Q-Music DJ's Matty, Marieke, Domien en Kai zitten sinds maandagochtend opgesloten in de Q-Escape Room. De deur gaat pas open als ze de muzikale code kraken. De eerste hint vond Marieke al tijdens de ochtendshow in de krant. Ik ben doorgebladerd naar Sportwereld in het AD. Er staat 3/3 precies in de kleuren en de typografie van Q-Music. Met deze hint op zak staan de DJ's geblinddoekt klaar voor de onthulling van de Q-Escape Room 2020. Ik hoop... Wij staan in de Q Escape Room met een blinddoek op. Zojuist zijn we hier binnengebracht. Ja. Daarna zijn alle medewerkers verdwenen. En ja, wij zien op dit moment helemaal niks. Want nogmaals, we hebben een blinddoek op. Ja, volgens mij, jongens, is het de bedoeling dat wij de blinddoek afdoen. Maar staan we al in de escape room, denk jij? Of staan we er nog voor een soort van voor? Ik weet dus echt helemaal niks. Nou, nee, we staan er toch volgens mij in. Want we hebben hier ook... Matty staat achter de knoppen van de studio. Wij staan allemaal bij een microfoon. Oh, echt? Waar sta je achter de mengtafel al? Ik sta achter de knopjes al. Oh joh, hè? Oké. Hey, mag ik heel even, naar aanleiding van vorig jaar... wat verwachten we op het moment dat de blinddoek afgaat, jongens? Wat hopen wij te zien? Nou, ik zou een kerstboompje wel gezellig vinden. Maar durf, naar aanleiding van... Ja, mocht je het vorig jaar niet gezien hebben... toen zaten we echt in een soort van isoleercel met z'n drieën. Ja. Toen was Kai er ook nog niet bij. En ik hoop wel dat ze in ieder geval... misschien voor de gezelligheid een klein kerstboompje hebben neergezet. Al denk ik ook wel dat we die op dag 3 volledig aan het ontleden zijn. Omdat er misschien een hint in kan zitten. Zijn de ballen stuk? Ja, okay. Zullen wij gaan aftellen en de blinddoeken afdoen? Ja, laten we het doen. Laten we het doen. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Daar gaan we. Zo! Wauw. Oh jeetje, we staan in een soort record store. Alsof we in een soort platenzaak staan. Wat cool zeg. Ja, dit ziet er zo mooi uit. Mina. Ja, we moeten heel even goed omschrijven wat we nou precies zien. Het is inderdaad, het is een platenzaak. Ja. Helemaal aangekleed in het thema kerst. Zo! Maar heel even, als hier allemaal hints in zitten... Maar kijk, aan de muur hangen ook gouden platen en zilveren platen. Rivals van Kensington, Snelle, Reunie. Ja, en hier links van mij, jongens, is een soort van... Binnenplaats. Een kerstbinnenplaatsje is het. Maar, met kerstbomen gelukkig, dus mijn gebeden zijn verhoord. Maar een binnenplaatsje, maar nog wel steeds binnen. Dus wij zitten 100% volledig binnen. Geen ramen, geen deuren... Nee. Alleen de deur om uiteindelijk... Jongens, zit ergens de thermostaat, want ik heb het 40 graden. Maar dat is enorm warm. Het kan ook de spanning zijn. Ja. Doe mijn jas al uit. Ik zie allemaal Barbies. Oké. Okay. Nou, cool zeg. Nou jongens, laat het maar beginnen. Matty, Marieke, Domien en Kai. Welkom in de Q Escape Room. Zoals jullie misschien al gezien hebben, staan jullie in een platenzaak. Deze platenzaak heeft de hele digitale revolutie doorstaan. Vele generaties kwamen hier om de cassettes, platen en cd's... van hun favoriete artiesten te kopen. Voel je thuis, maar heb respect voor de winkel. Om je heen zie je meer dan 50 jaar top 40 geschiedenis. Het is voor jullie als één grote snoepwinkel. Geniet ervan, maar weet ook, deze platenzaak is waar de oplossing van de muzikale code ligt. De weg naar jullie vrijheid. Het is aan jullie om uit te vinden wat aanwijzingen zijn en wat niet. Werk met elkaar samen. Probeer verbanden te leggen en weet dat je ook hulp van buiten deze platenzaak nodig zult hebben om de puzzels op te lossen. Om uit de Q Escape Room te ontsnappen, krijgen jullie iedere dag 3 momenten om jullie antwoorden voor de muzikale code in te voeren. Over 20 minuten zal de deur van de Q Escape Room sluiten. En horen jullie voor het eerst de muzikale code. Oké. Okay. Ik heb kippenvel, jongens. Heel vet. Holy. Dus de deur is nu nog open? De deur is nu nog open. Over 20 minuutjes sluit de deur van de Q Escape Room. Wij gaan even rondneuzen, jongens. Wat vet! Wat dik, jongen. Maar ik zie daar ook zo'n mini JC Deco Abri. Dit is niet de deur, toch? Wat gek om zo dicht bij jullie te lopen ook. Dit ook. Zo. Ja, dit is niet normaal. Dit is niet normaal. Niet normaal. Hey, dit is echt krankzinnig, jongens. Echt, holy shit. Bizar. Oei, bizar. Ik vind het niet normaal. Ik weet niet wat ik zie. Nee.
Maar wat goed gedaan, hé. Wat is de deur? Is dit de deur? Dit is de deur, denk ik, toch niet? Dus wij komen hier niet meer. Ja, maar kijk, hier staat een plaat, hè? Had je die gezien? Deze gaan we zo meteen starten, denk ik. Er staat een... Speel af om te starten. Fuck, joh. Ik vind het vet. Hé, hey, even spiegeltje. Dat is ook wel lekker. We zitten dus in de Q Escape Room. Het is ook mooi om te zien. Wij gaan een beetje als katten te werken qua plekjes zoeken. Want iedereen zoekt een beetje zijn eigen territorium. Op dit moment heeft Kai Merckx de rechterflank van de bank te pakken. Dit wordt jouw plek, denk ik, de aankomende dagen. Ik heb deze geclaimd. Ja. Ik ga hier niet weg. Nee, absoluut. We gaan nu echt starten. En Domien, jou was opgevallen dat hier staat een langspeelplaat, een LP. Ja, er staat hier voor jou, echt in jouw zichtlijn, Mats, staat een LP. Daar staat op Q Escape Room, speel af om te starten. Ja. Nou hebben we inderdaad al 15 rondjes gelopen in de afgelopen 10 minuten. En staat hier rechts achter in de hoek van de Escape Room een cd-speler. Dat is ook lang geleden dat ik die in het echt heb gezien. En daarnaast staat een langspeler. Dus een vinyl, hoe heet zo'n ding ook alweer? Een platenspeler. Ja, een draaitafeltje, precies zoals je hem kent van vroeger. Ja, zal ik hem maar gewoon erop leggen? Ja, laten we het doen. Ja, laten we starten. Marieke, Domien en Kai. Het is zover. Zijn jullie er klaar voor? Ja. 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 Oh, ja. Ja. De deur van de Q Escape Room gaat dicht in 5, 4, 3, 2, 1. Vanaf nu zitten jullie opgesloten. Vorig jaar duurde het meer dan 72 uur voordat de deur weer openging. Jullie hebben zelf in de hand hoe lang het nu duurt. De deur gaat pas open na het kraken van de muzikale code. Die bestaat uit 4 ultra-korte fragmenten. Aan jullie de taak om de juiste titel en artiest bij jouw fragment te zoeken. Heel veel succes. Dit is de muzikale code. Mattie. Marieke. Domien. Kai. Het eerste invulmoment is om 12:15. Ik heb een idee. Ik heb ook een idee. Ja, ik ook. Nou, dan wacht ik wel tot ik een keer een idee binnenkrijg. Ik heb geen idee. Ja, die dacht ik ook bij jou. Is dat Too Unlimited? Ik kom er even niet op. Ja, Get Ready for This. Dat ga ik invullen. Dat was ook het eerste wat ik dacht. Toen dacht ik meteen, dat is te makkelijk. Ja, dat is waarschijnlijk te makkelijk. Dat kan niet. Hé, en mag ik zeggen, Kai? Ja? Ik hoorde bij jou, denk ik, Adam Levine. Oh, ik hoorde, denk ik, Maroon 5. Ik dacht Niall Horan. En jij? Oh, ik dacht, hoe heet dat nummer ook? You're gonna kill me when I lie. Oh, dat kan je toch lekker zingen? Ga door. Ja, hij is de enige. Ja, ik kom er zo meteen op. Maar ik dacht een ander nummer, dus dat vind ik al heel verwarrend. Oh, and Nothing But Thieves. Ja, sorry. Thank you. Ja. Hey, en Domien, jij tas volledig nog in duister. Ik heb geen flauw idee. Nee. Ik ga dit wel allemaal opschrijven. Ja. Dus je denkt Maroon 5. Ja, Get Ready for This van Too Unlimited. Get Ready for This, ja, inderdaad. Ja. Hey, en mag ik misschien ook vragen, het is wellicht een eerste hint geweest. Iedereen die heeft meegeschreven met de compilatie van eerste liedjes die wij hoorden. Helemaal in het begin van de langspeelplaat. Wellicht is dat een hint, hè? Dat zou ook nog kunnen. Ja. Wil je ons helpen? Heel graag. Installeer even de Q Music app en volg ons dus op Instagram. Dat is @QMusicNL. Jongens, de Q Escape Room is begonnen! Yeah. Zullen we proberen om het opgeruimd te houden? Ja. Laten we het proberen. Ja. Dat is echt lekker namelijk. Dat is een goeie, laten we het proberen. Deze woorden liggen nu vast. Ik zie een groot probleem. Uh-oh. Wat dan? Waar is de koffiemachine? Ik heb hem hier... Ik ga hier kijken. Waarom zegt niemand dat het niet mag? Dan gaan we nu kijken. Die deur open. Ja, als we niks horen, dan mag het toch. Ik ga niet te veel twijfelen, hoor. Oh, dit is gewoon... Gaan ze voor de eentjes. Wat? Gaan ze voor de eentjes. Holy fuck. Jongens! Ja? Wauw. Holy shit. Ja? Ja. Top. Maar lievers. Nee, maar niet de escape room gaat hier door.
eigenlijk hebben jullie net tijdens het reclameblok iets ontdekt wat wij in het half uur dat we erin zitten nog helemaal niet gezien hadden. Ja, kijk. De escape room werkt zo. Wij zijn hier 24 uur per dag. Dus wij moeten ergens slapen. En nou is er rechtsachter, vlakbij die platenspeler waar we net eigenlijk mee zijn begonnen, is er een deur waar een sticker op zit met staff only. Ja. En Marieke, loop heel even met mij mee. Want ja, Kai, jij hebt het net al gezien met mij. Maar voor de duidelijkheid, wij dachten, dit is het. Dit is onze ruimte. Marieke, loop even door deze staff only deur en omschrijf wat je ziet. Okay. Nou, daar ga ik. Oh nee, oh wat vreselijk ook tegelijkertijd. Oh nee. Wat is het, wat is het? Ik stap hier in iets dat dus nog steeds onderdeel is van de Q Escape Room. De ruimte is groter dan wij dachten. Dit is een soort, het beste omschrijven als het magazijn. Het kantoor. Van de platenzaak. Oh, oké. Okay. Al die ordners, al die enveloppen. Ja, het is een beetje een naar sfeertje hangt er in dit kantoortje. Want het is zoals je bij bij CSI Miami. Zie je zo'n detective zitten in een lelijk kantoortje met een TL-bal. Oh, bezoek naar de moordenaar. Dat sfeertje hangt er in deze. Ja, in dit magazijn eigenlijk. Oké. Okay, ja. Ik kijk nu tegen een kerstboom aan, gemaakt van fotolijstjes, met in die fotolijstjes top 40 artiesten. Ik zie Shawn Mendes, ik zie Frans Duits, Ed Sheeran, Maan, Dua Lipa, Beyoncé, Guus Meeuwis. Domien, ja? Er hangt hier ook een fotolijstje met een hele cheesy foto van jou, waarbij staat employee of the month. Ja, maar die hangt hier altijd. Oh. Het sfeervolle gedeelte is de platenzaak waar jij nu in zit. Het totaal ongezellige kantoortje met allerlei ordners die we moeten uitpluizen, dat is hier. Oké. Okay. Oh. Ja, ja. Zie je er ook zo tegenop? Werk in. Ja, ik zie enorm tegenop. Zie er ook tegenop? Dit zijn alle oude top 40's. Kijk, wow, als ze geprint werden. Oh. Dit voelt een beetje als... Hier zit een grote baas. Ja, een decor uit Penosa of Clem. Ja. Of The Godfather, Scarface. I'm gonna make an offer. Ja, dat is het, ja, inderdaad. Raar. Waar was jij vorige week? Precies. Ja. Dat zo voelt het. Ja. Hier nog een aantal regels. Ja, je weet het niet. Je weet het niet. Hey. De Q Escape Room is verkend en er is geen tijd te verliezen. Matty begint meteen aan een rekensom op de muur. Maan is 5. Maal Freddy is 4, dat is 20. 26, ja? Ja. Min, hoeveel was Crisscross? 8. Dat is 18. Maar dat antwoord heeft niemand gegeven in de app. Nee, omdat ik gewoon een veel grotere wiskundeknobbel heb dan de meeste. Maar waarom zijn we niet zo. Waarom zijn we niet stoer genoeg om gewoon de rode knop te drukken? Nou, druk op die rode knop. Ja, daarom. En op die? Wat ben je stoer, zeg. Ja, dankjewel. Welke? Daarachter de broodzakjes. Nee, verder daar. Nee, omhoog. Oh, hier. Daar. Nou, dus het is nog niet tijd voor de piñata. Jammer. Wat gebeurt er buiten omdat JC de koop wordt? Ja, daar komen een soort LP's. Oh, dat is een knop. Dat zijn twee drukknoppen. Je moet ze tegelijk indrukken. Huh? Ja, dat zijn twee drukknoppen. Het zijn twee drukknoppen, zijn het. Ondertussen gebeurt hier iets bijzonders. Ja, ik zit dus nu achter het meubel, achter de draaitafel, de mengtafel van het Foute Uur. En ik zit naar buiten te kijken en daar is een soort van billboard te zien met daarop. En die hebben we al eerder gezien vandaag. Ja, een gekke animatie. Ja, iets beweegt, maar we konden er eigenlijk niet echt onze vinger op leggen wat het is. En nu jij meer meters afstand neemt en eigenlijk wat minder bent gaan puzzelen, zie je het opeens, Edo? Ik zie, het zijn twee drukknoppen. Nou, weet je wat ik zo irritant vind? Nu je het gezegd hebt, denk ik, hoe kunnen we dit pas zo laten zien? We hebben hier de hele tijd voor dat raam naar buiten staan kijken net. Nou zijn er hier twee drukknoppen. Eentje links, eentje rechts. En op het billboard worden ze tegelijkertijd ingedrukt. Dus Matty en Kai, mag ik jullie vragen om ze tegelijk in te drukken om te kijken of er dan iets gebeurt? Ik denk dat de deur open gaat. Ik ga aftellen, jongens. Ja. In 3, 2, 1, go. En er gebeurt. Nee, ja, hou vast. Hou ze eens ingedrukt? Dan staat er, wat is de naam van Matty's lievelingsknuffel? 19 verticaal, dit is de puzzel. Dit zijn de vragen van de kruiswoordpuzzel. Oh jee. 19 verticaal, Matty, wat is de naam van je lievelingsknuffel? Nou, ik wil erbij zeggen, ik ben een echte alfaman. Normaal hoest ik beton. En grijp ik in een bijenkorf voor honing. Ja. Maar het antwoord is... Beertje? Probeer nog eens. Ja, nog en dan komt de volgende, want net was niet... Ja? Nu komt de volgende vraag. 3, 2, 1.
Waar hier. Maakte Wim zijn handen aan vuil tijdens zijn eerste baantje? Vier horizontaal. Niks bakker. Doen. Opschrijven. Bakker. Opschrijven, jongens. Niks doen. Papier. Ik ga er een foto van maken. Gewoon Wim, was Wim sturen. Was echt een bakker. Welk getal zijn de vierde en vijfde cijfer van het Sophie-nummer van de Masked Teacher? Volgende. 3, 2, 1. Wat voor tatoeage heeft Jelle van Dam uit Schavenzanden? Op welk nummer liep Marlon naar het altaar? Suzanne en Freek, toch? Nee. Dat was de T we met broken and promises. I will be brave. Nee. Ik vind dat een heel mooi liedje. Daar kom ik nog wel op. Nou, hoor. Okay. Ja, hoe heet het eerste meisje waar Domien mee heeft gezoend met tong? Dat weet ik zelf niet eens. Team verticaal. De Q Escape Room. Het is zover. Wij mogen voor de eerste keer 4 antwoorden gaan geven. Jullie mogen nu de muzikale code doorgeven. Mattie. Ja, ik zit nog te twijfelen tussen het flip-flap-lied en Oja Lele. Ik heb werkelijk geen idee, jongens. Dus ik ga gewoon voor een enorme top 40 hit. Ik ga voor Miss Montreal door de wind. Marieke. Veel binnengekomen in de Q-app. Dus als dit goed is, wil ik je enorm bedanken als je dit antwoord hebt gestuurd. Het was ook mijn eerste gevoel en eigenlijk hoorden wij het allemaal. Waardoor ik vermoed dat het waarschijnlijk niet goed zal zijn. Maar oké, voor nu ga ik voor To Unlimited. Get ready for this. Domien. Ja, ik tast volledig in het duister. Ik heb echt geen idee. Ook omdat ik geen enkele hint die hier eventueel te vinden zou kunnen zijn in de escape room te leiden is naar een antwoord. Dus ik ga af op wat ik het meest lees in de Q-app en op Instagram. Ik ga voor Tom Jones. It's not unusual. Kai. Het zal geen verrassing zijn dat ik ook geen enkel idee heb. Maar daarom ga ik voor mijn eerste gevoel, op mijn eerste ingeving ga ik af. En dat is Nothing But Thieves and Sorry. Alle antwoorden zijn ontvangen. De muzikale code is niet gekraakt. Dat is geen grote verrassing, denk ik. Nee. Er zijn geen antwoorden goed. Zijn wij weer eventjes op nul gezet, jongens? Zo, alsof dit allemaal niet gebeurd is. Doet de stiekem wel pijn, want It's Not Unusual, die kwam echt vaak binnen. Ik zeg net nog tegen Kai van wat nou als straks de Instagram-antwoorden allemaal goed zijn. En we staan hier echt zo meteen om 1:15 buiten, of 12:15. Weet je dat het, denk ik, juist wel lekker is? Omdat we, stel nou dat we hadden gehoord 1 goed. En ja. Jij had heel erg dat It's Not Unusual gevoel. Ja, en ik had heel erg het To Unlimited gevoel. Ja. Dan hadden wij weer ontzettende strijd gehad van wat is nou wat. En nu is het gewoon, oké, jongens, weer helemaal op nul beginnen. Al die puzzels zien te fixen. Leuk. En dan hebben we over 5 uur weer een mogelijkheid. Om 4:15 is het zover. En tot die tijd hebben we jouw hulp keihard nodig. Want mocht de radio net even zijn weggevallen, er was niets goed. Jongens, ik heb iets gevonden. Wat dan? Onder de mok van Ed Sheeran vis ik net een EP'tje van de Dire Straits. Er staat hier toch een platenspeler. Hey, en anders kan het ook nog zo zijn dat je zo'n plaat moet terugdraaien, dat je een bericht van de duivel hoort. Domien, DJ Domien, zo gezegd. Is dit dan misschien het moment dat jij het plaatje draait waarvan jij toch ernstig het gevoel hebt dat het een hint is voor het kraken van de muzikale code? Nou, er ligt natuurlijk niet zomaar een LP van badges, posters, stickers en t-shirts van de Dire Straits in onze platenwinkel, zou je zeggen. Maar wil je dat nog 1 keer beargumenteren? Want er liggen hier denk ik 600 platen. Oh, ik kan het wel even uitleggen. Hij lag zonder hoesje onder, als een ware onderzetter lag hij onder een van de ingepakte mokken. Oké, dus deze lag echt apart van de rest? Lag totaal apart van de rest. Oké. Maar ik ken, naast Shoulders of Swing en Brothers in Arms, is dit niet het hitje dat ik meteen voor in de, vol in de mond heb liggen? Nee, ik ook niet. Maar misschien heeft het iets te maken met ons winkeltje. Oké, nou luister eens mee. Laten we horen. Je zit in het etiket. Nou. Ik doe echt mijn best hier. Ik doe echt mijn best. Ja, ik heb het gedaan hoor. Oké, super. Kijk, daar komt-ie. Oh. Ah, dit klinkt top. Potverdikkie nog gezellig ook. Oh, het is een lekker muzakje. Zijn dit de Dire Straits?
we like and some we kraak helder hoor. Nou, maar dit is lang geleden. I know, we might have seen him on the adverts. Mag ik, ondanks dat ik het heel gezellig vind klinken. Hallo! Dit is echt kansloos. Ja, dat hier hebben we echt helemaal niks aan. Nou, zoek even op uit welk jaar dit bijvoorbeeld komt. 10 voor 9 zei ik, zullen we proberen om het een beetje opgeruimd te houden hier. Ja, niet gelukt. Niet gelukt. Wat is het toch jammer dat we dit nooit hebben meegemaakt, hè, Kai? Nou, dat je dan in een, lekker in een kroeg kwam in kroeg. Met je meisje. En dan draai je om en zit zij te kijken. Ja. Zo, dat is een goede track. Ja. Goede track. Hier, trek je helemaal over de bar. Nee, eerst dansen. Oh ja, tuurlijk. Eerst twisten. Stap voor stap. Ja, precies, rustig aan. Ik heb deze letters heb ik nu allemaal gedestilleerd. Dus dit weet ik zeker. Dit is Roosendaal, dus daarom wist ik dat dit een D moet zijn. Alleen hier heb ik nog 3 streepjes over. Dat zijn best wel essentiële, dus ik moet er 1 hebben. Dat is deze. Maar deze heeft Marieke niet gefotografeerd, dus die hebben we nog niet. Deze weten we niet. Hier op de muur staat een kruiswoordpuzzel die eigenlijk best wel opschiet. Ik zou willen zeggen, die is voor meer dan 70% ingevuld. Domini, jij hebt het goede nieuws dat we in ieder geval weer een antwoord kunnen invullen. Ik zit al een klein beetje die letters bij elkaar te verzamelen. Ook al hadden we niet alle vakjes ingekleurd. En ik zie dat er een zin of een woord of een weet ik veel wat uitkomt met uiteindelijk Roosendaal. Alleen, de D van Roosendaal die kon ik nog niet helemaal plaatsen, want die heb ik nog niet. Toen ging ik kijken waar die dan terecht zou moeten komen. De 14e letter van dit woord, dat moet de laatste letter zijn van het antwoord op 6 horizontaal. Die heb ik hier in mijn hand. De vraag van 6 horizontaal is: wat is het sterrenbeeld van de winnaar van de 100.000 euro superronde van het geluid van 2019? Dat was Kirsten destijds. Dat was Kirsten uit Veenendaal. En wij dachten, moeten we Kirsten even bellen, maar dat hoeft niet meer, Ado. Nee, want er is maar 1 sterrenbeeld dat een G en een D heeft. Want de G die komt van camping, dat is de tatoeage van Jelle. Jelle. Dus dan komt op 6 horizontaal het sterrenbeeld maagd. Hey, en Domien, welk antwoord lijkt er dan te ontstaan als uitkomst? Ik heb nu puntje AN, puntje puntje RP, Roosendaal. Oké, okay, jongens. 15 en 14. Ik weet niet of je 14 al hebt. Ik tel af. Ik zeg 2-1 en dan go. 2-1, go. Ja? 2-1, ja. Go. Jongens, ga vasthouden. Dit is hem. Komt goed. 2-1, go. Waar had Kai een dekbed overtrek van? Samson en Gert? Ja, dat moet wel. Is hem. Dus dan is 14 is een G. Oh, de 5 is een O. De 5 is een O. Ja. Die klopt wel. Ja, die klopt wel, ja. Van Gorp. Van Gorp Roosendaal. Van Gorp Roosendaal. Is dat niet iets met auto's? Van Gorp Roosendaal. Ja, dat is gewoon een bedrijf. Ja, zo klinkt het wel. Van Gorp Roosendaal. Van Gorp. Het is een muziekcentrum. Ja. Daarnet hebben we gepuzzeld op de muurs. Een kruiswoordraadsel stond daar. En daaruit kwam uit Van Gorp Roosendaal. Nou zijn er 2 bedrijven in Roosendaal die zo heten. Namelijk een carcleaning en muziekcentrum Van Gorp. Maar laten we dan eens even eerst proberen met Van Gorp Cleaning te bellen. Even kijken of zij er iets van af weten überhaupt. Zullen we dat even doen? Laten we dat doen. Oké. Okay. Hallo. Goedemiddag. Hallo. Hallo. Met Kai, Mattie, Marieke en Domien. Live vanuit de Q-Escape Room. Q-Music. Goedemiddag. Hoi, hoi, hoi. Hallo. 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 Ja, zo. Dit gaat misschien heel gek klinken. Ik heb het idee dat u nergens vanaf weet. Maar we hebben net een puzzel gemaakt op de muur. Een kruiswoordraadsel. En daaruit kwam... Ik verstaat er helemaal niks van. U verstaat er niks van. Oh. Dat is wel belangrijk om mee te beginnen. Wij hebben net een puzzel gemaakt op de muur. Een kruiswoordraadsel. En daaruit kwam Van Gorp Roosendaal. Ik denk dat hij al opgehangen heeft. We hebben geen verbinding meer, Kai. Jawel toch? Hallo? Nou ja. Nee. Hij kan ook gedaan hebben alsof... Zo van, welke gek belt er mij om te vertellen... dat hij op de muur een kruiswoordpuzzel heeft gemaakt. Ik doe net alsof ik het niet versta. Ik zou het hem niet kwalijk nemen. Kunnen we nog 1 keer bellen dan? Laten we nog 1 keer proberen. Hij denkt nu waarschijnlijk, heb je ze weer? Ja, ik ga niet opnemen nu. Ik ga niet opnemen. Ah, maar dan is het... Van Gorp Kruiswoordcleaning? Goedemiddag, met Kai Merks van Q-Music. Goedemiddag, hallo. Wij zijn bezig met de Q-Escape Room. Ik zit hier met Domien Verschuren, Mattie Valk en Marieke Elsinga. Zeg me helemaal niks. Nee, oké. Okay. Het zegt helemaal niks. Goed zo. Prima, gaan we even door. Dag. Oké, dan gaat het dus, denk ik, automatisch over die muziekwinkel. Ja. Dan wil ik nu voorstellen om toch te bellen naar het muziekcentrum. Oké. Nu. Nu ook? Ja. Nou, laten we het doen.
Laten we dat, oké. Ja. Welkom bij Muziekcentrum van Gorp. Hallo. We zijn geopend op dinsdag, woensdag, donderdag dat, en vrijdag. Maar meneer, van 9 meneer, tot 6 uur. Meneer, er komt een lok. Zaterdag lok zijn we geopend van 9 tot... Deze was het een voicemail, denk je, of niet? Mattie, Domien. Thanks. Kom maar aan. Waar zitten zij? Wat is er? Er komt een bericht binnen van iemand die heeft een envelop van Gorp. Een gouden envelop met een Q-sticker op. Wat? Ja. Hier. Walter Pop. Ik heb een bericht gespot in de Q-app. Een gouden glitter envelop met een Q-music sticker. Van Gorp, u spreekt met Walter. Kijk. Walters. Ik dacht dat dit voicemail was. Walter, goedemiddag. Goedemiddag. Hoi. Wil je nog één keer de telefoon opnemen zoals je net zei? Wat zei jij toen je opnam? Ik zei Muziekcentrum van Gorp. U spreekt met Walter. Kijk. Muziekcentrum van Gorp. Ja, in Roosendaal. Ja, en dat correspondeert dan weer met het antwoord van een kruiswoordpuzzel dat hier op de muur staat. Daaruit komt namelijk het antwoord van Gorp Roosendaal. Ja. Ja. To the point, waar het om gaat. Ja. Walter, je hebt een envelop voor ons. Een gouden envelop met daarop een Q-sticker. Ja. Die heb ik hier voor me liggen, ja. Oké, zou je hem willen openmaken? Ja, heel graag. Hij brandt al een tijdje hier in mijn vingers. Dus. Oh, het kan geen toeval zijn, hè? Nee. Een gouden envelop met een Q-sticker erop. Ik heb hem opengemaakt. Ja. Ja. En er zit een wit velletje in. Wit velletje? Met, ik denk, een geheime code. Oké. Wij schrijven mee. Ja, ik denk dat ik het beter even een plaatje kan sturen. Oh, oké. Want als gitarist kan ik hier geen wijs uit. Walter? Ja? Staat er toevallig ook 1-3 bij of 2-3 toevallig? 1-3, ja. Hé! Hey! In het AD vandaag stond 3 van 3. Dit is de eerste van de 3 puzzels die we nodig hebben. Ah. Nou. Maar dan ga ik jullie wel alvast heel veel succes met deze wensen. Ja, daar waren we al bang voor. Top Walter, dank. En dank dat je even van je liet horen. Heel fijn. Ja, graag gedaan. Heel veel succes daar. Ja, dank. Dan kunnen wij wel verder. Van 3. Dat blijken saxofoonhandgrepen te zijn. Als het allemaal saxofoongrepen zouden zijn, dan zouden we dus nu als het ware een soort stukje van muziek hebben, dan een stukje missen en dan weer een stukje muziek hebben. We zoeken puzzel 2 van 3. Waar is die? Domien denkt antwoorden te vinden in de LP's, maar vraagt zich tegelijkertijd af wat hij nou precies aan het doen is. Ja, nee, echt niet hoor. Ik wil niet meer. Oh, het is allemaal zo stoffig ook hier. Ja. Oh. Godsam, nog 6 bakken. Wat ben ik aan het doen? Ik denk echt dat je dit voor niks aan het doen bent. Ik vind echt super dat je het uitzoekt, maar dat je dingen ziet die er niet zijn. Ik voel me een beetje nu Russell Crowe in A Beautiful Mind. Die ziet overal verbanden. Die denkt dat hij voor de geheime dienst werkt. Maar ik wil je niet demotiveren. Nee, nou, dat kan ook niet meer, want het is klaar. het is afgelopen, maar... Wil je dat ik het optel? Gewoon voor de... Ik ben niet toch bezig. Je wilt ook weten, wat is er te horen aan de overkant? Jongens, ik heb het. €285,50. Oké, nou, best wel interessant. We schrijven het op. Hoeveel? €285,50. €285,50. Ja. Hé, hey, doodje. Moet je deze niet bij optellen, jongen? Godverdomme. Ja, hier. Maar dat komt gewoon noem. En deze? Ja. En deze? Ja. Gelukkig heeft Kai wat gevonden. Ondertussen hier op rechts zit onze collega Kai Merks met een blikken busje. En er zit iets in. Volgens mij zijn dit... Is dit nou poppenaccessoires? Oh, wij moeten hier die poppen van de Spice Girls mee aankleden. Ik ben een Spice Girl pop aan het aankleden. Heel goed. Ik zou dit vastleggen, daar kan je me later mee chanteren. Ondanks dat ze geen steek verder zijn gekomen, is het wel tijd voor het laatste invulmoment van dag 1 van de Q Escape Room. Het tweede invulmoment van de dag is daar. We mogen iedere ochtend om 9:15, 9:15, 5:15, zeg ik dat wel goed? 7:45 is volgens mij de eerste ontsnappingsmogelijkheid in de ochtend. Dat zou lekker zijn, hè? Als we er een keer morgenochtend bijvoorbeeld vroeg, dan heb je lekker nog de dag voor je. Nou, lieverd, ik heb het gevoel dat we hier nog wel even zitten. Ja. Ja, we hebben net al een beetje besproken wat we gaan invullen, dus laten we het gaan checken. Jullie mogen nu de muzikale code doorgeven. Mattie. Ja, nogmaals, ik heb geen idee. Ik ga af op wat trommels, wat bekkens, wat gitaren die hier hangen. Kensington Home Again.
Marieke. Ja, ik ben weinig zelfverzekerd erover, maar toch aan de hand van de saxofoonklanken die we hebben gehoord bij Lisette eerder. Lisette, dankjewel daarvoor. Ga ik voor, maar het zou ook net zo goed bij iemand anders kunnen horen. Maar toch zet ik hem in. Bellini met Samba. Domien. Ja, het grappige is, ik zie van niemand op Instagram en in de Q-app zo weinig antwoorden binnenkomen als voor mijn fragment. Dus ik tast echt in het duister. En dat is een term die ik al vaak gebruikt heb vandaag. Maar Matty heeft ergens eerder tegen mij geroepen, het is Omi met Cheerleader. 31 weken tot 40 hoorde ik van Matty, dus ik ga voor Omi en Cheerleader. Kai. Ja, ik heb inmiddels de hele top 40 in mijn hoofd gehoord met dat stukje. Maar uiteindelijk, ook dankzij de hint die net wel even werd gegeven in de Q-app, dank nog daarvoor, ga ik voor Harry Styles en Adore You. Alle antwoorden zijn ontvangen. De muzikale code is niet gekraakt. Nee. Dat is geen verrassing. Heel surprise. Maar hebben we er één goed? Er zijn geen antwoorden goed. Ach. Oké, back to the drawing board. Dit valt me echt tegen. Ja, echt waar? Nou, ik had echt gedacht op zijn minst eentje. Ja, maar jongens, laten we dan gewoon heel even eerlijk zijn. We zitten in een escape room waar uiteindelijk alles ertoe leidt dat we hints krijgen om daarmee... Want we zijn het alleen maar op gehoor aan het doen nog. Er is nog geen enkele hint in Bellini met Samba, maar dat, zelfs dat klopt niet eens. Want dat is een saxofoonstukje dat we opproberen te lossen aan de hand van een ontbrekende puzzel. Jongens, wij slapen in de escape room vannacht. Ja. Ja, we gaan niet naar huis. Dat heb je goed. We gaan niet naar huis. Dat heb je heel goed. Oh, ik ga even in foto's houden op de bank liggen. Hé, maar het lekker is wel, je kunt morgen een uurtje langer uitslapen, Marie. Oh, lekker. Ah, dat lekker. The fuck is dit nou weer? Ik weet niet veel. Sorry. Anton, ben je ergens op gaan zitten? Of? Nee, ja, ik doe niks. Wat er gebeurt. Wat je hoort is wat je hoort. Er gaat een alarm af. Een soort van diep gebrom. En de escape room is donker geworden. Heel donker geworden. Spots op die, op die platen hier. En er gaan volgspots over platen heen hier. Jongens, de klippert ja, en dat nu is er aan. Hè? Ah, wij zagen een soort zoeklicht door de escape room gaan. En dat zoeklicht ging min of meer over de muren. Ja, en ik heb het idee, wat jij zegt, dat klopt, Domien. Die ging over de platen heen. De, soort, de platina platen die aan de muur hangen. En dat zijn platen van Armin van Buuren, Sunny Days, Kensington met Rivals. Bluff. Daar staan vlaggetjes boven ook. Vlaggetjes? Hier staat een Nederlands vlaggetje. Daar staat een Engels vlaggetje. Hier een vraagteken. Daar een Zweeds vlaggetje. Hier Nederlands. En daar een Nederlands en daar een Engels vlag. Maar sorry, nu zitten we dit niet gezien. Hier zitten we nu 9 uur zitten in die escape room. Zien we dit nu voor het eerst? Moet dit van de muur? Nou, laten we dat niet nog een keer doen, want dat heeft ons eerder een keertje duur gestaan. Goed. Maar dit was wel duidelijk een hint van de makers van de escape room dat we dus naar die platen moeten gaan kijken. Oké, wel van de muur, niet van de muur? Ja, ik weet het. Zal ik er eentje van de muur halen? Nee, doe maar niet. Nee? Marieke, schrijf jij even op welke vlaggetjes je ziet. Dan hebben we in ieder geval een kleine aanknopingspunt waar we dan mee verder kunnen. Is dit Luxemburg? Ja, lichtblauw. Nou, dit is Nederland. Dat is Nederland. Dit is Nederland. Twee keer Luxemburg. Luxemburg, Luxemburg. En die dan? Dat is Nederland. Ja. Ja, ik ben zo kleurenblind als een paal. Ja, die is wel donkerder, ja. Armin van Buuren. 2 keer de vlag van Luxemburg. Dan komen we hier bij Bluff. 1 keer Zweden en 1 keer Nederland. Bluff is Zweden, Nederland. En dan hebben we hier Snelle met Nederland en Engeland. Dus Snelle, Nederland, Engeland, Bluff, Zweden, Nederland, Armin, 2 keer Luxemburg. En nu is de grote vraag, Kensington. Engeland en een vraagteken. Op de valreep valt er toch een puzzelstukje op zijn plek. Wij zijn namelijk genoemd in de Instagram story van Candy Dulfer. Candy Dulfer, de saxofonist. Die heeft overmorgen vroeg op haar Instagram story deel 2 van die puzzel geplaatst. Dus eigenlijk het ontbrekende deel. Luisteraar Gerda schiet de hulp en speelt alle saxofoongrepen achter elkaar. Er hangt hier een klok. De eerstvolgende ontsnapmogelijkheid is over 13:29 Dat is echt nog even. Dat is even weg nog. Gerda, goedenavond. Goedenavond. Hallo. Mag ik jou allereerst even onwijs bedanken voor het meepuzzelen met ons in de escape room? Ja, zeker. Graag gedaan. Want jij speelt een instrument. Ja.
Wat voor al een tijdje niet meer, maar ja, ik speel saxofoon. Ja. En ik heb het al heel lang niet meer gedaan, maar ik dacht, hiervoor trek ik hem even uit de kast. Ik pak hem weer eens op. We hebben een comeback van Gerda, wat super. Ja. Wat wel mooi is aan saxofoon, ik wilde dat vroeger graag spelen, joh, maar dat mocht niet van mijn ouders. Ik denk omdat het te veel herrie maakt. En toen hebben mijn vader en moeder mij richting de dwarsfluit geduwd. Maar is ook een waanzinnige carrière geworden, of niet? Nou, dat is de release your inner Berdien Stembergen. Dat is eigenlijk nooit wat geworden. Gerda, we hebben de hele dag door hebben wij een stukje partituur gekregen, eigenlijk uiteindelijk. Dat leidde allemaal naar noten. En die noten die moeten gespeeld worden op een saxofoon, in jouw geval dus. Jij bent het gaan spelen nadat we net van Kenny Dulfer eigenlijk het laatste ontbrekende puzzelstukje hebben gekregen. Ja. Komt het je bekend voor wat je moest spelen? Nee, ik heb het gespeeld. Ik was daarvoor ook al zonder dat stukje van Kenny Dulfer aan het proberen of ik er misschien uit zou komen. Ja. En ik heb verschillende melodieën geprobeerd, maar ik herkende dus nog niks. Dus ik dacht, ik doe gewoon zo flat mogelijk naar jullie sturen. Misschien kunnen jullie er wat mee. Wat mag ik even vragen, Gerda? Haal je hele vreemde capriolen uit op de saxofoon? Of zou je kunnen voorstellen dat dit een liedje is? Of denk je echt, ik weet niet wat ik sta te spelen. Klopt het wat je staat te spelen voor je gevoel? Ja, het klinkt wel goed. Het is laag, maar het klinkt niet gek. Het is ook niet heel moeilijk. Okay. Ja, ik heb hier wat jij hebt ingestuurd, Gerda. Dus laten we met heel Nederland maar even gaan luisteren naar de noten zoals we ze hebben moeten bij elkaar sprokkelen vandaag de hele dag. Sinds vanmorgen 3 van 3 te zien was in het Algemeen Dagblad. Bedankt. Ja, je kan horen dat het gaat eens. Ja, dat is scherp. Langs de kust denken ze dat de misthoorn aanging. Ja. Zo laag is het dus. Het is ongebruikelijk laag, geloof ik. Ja, ik heb het ook hoger geprobeerd, maar ik dacht ze zullen niet voor niks de lage noten erop gezet hebben. Oké. Ja, ik moet zeggen, dit doet mij aan niets denken. Op het eind lijkt het bijna op een christelijk kerstliedje. Het zal het nu zijn, denk ik. Maar we weten natuurlijk ook niet of dit dan een oplossing zou kunnen zijn voor een van de antwoorden. Het kan ook gewoon weer een hint zijn. Misschien is het wel het volkslied van Delft. Dat zou ook nog kunnen. Staat er ook een tempo bij bijvoorbeeld, Gerda, bij wat je ziet? Of speel je dat sowieso op deze manier? Nou, normaal gesproken speel je op basis van noten. En wat je nu ziet, is alleen maar grepen. Ja. Dus ik kan ook niet. Normaal gesproken heeft een noot ook een soort van lengte. Of dan zit er een melodie aan vast. En dat kan je nu dus helemaal niet zien. Ja, nu vraagt iemand. Misschien moet je de noot even omdraaien. Dat kan ik ook wel even doen in mijn computer. Dan krijg je namelijk dit. Hey, maar Domien, ik vind het wel interessant wat jij zegt. Het zou zomaar kunnen dat je dit voor ons mysterieuze muziekstuk herkent in iets. Ja. Toch? En dat het gewoon een hint is. Tijmen hoort Joel Corey, Head and Heart, vind ik knap. Ja, vind ik ook knap. Oh my god. Misschien wil Tijmen gewoon Head and Heart horen. Ja, dat zou ik. Nee, ik hoor het helemaal niet in. Nou ja, we hebben nog 10 minuten. Denk jij hier iets van te kunnen maken? Laat het alsjeblieft weten. Gerda, dankjewel. Ja, graag gedaan en succes. Ja, we zullen het nodig hebben. Ik wens jou een mooie maandagavond. Dankjewel. Morgen spelen de DJ's weer verder in de Q Escape Room. Puzzel mee en help Mattie, Marieke, Domien en Kai ontsnappen. De Q Escape Room. De tweede dag van de Q Escape Room begint met het derde invulmoment. Weten de 4 DJ's na een nachtje slapen misschien 1 liedje van de muzikale code te kraken? Wij staan vlak voor het invulmoment. Wij nemen onze positie in en laten we het gaan checken. Jullie mogen nu de muzikale code doorgeven. Mattie. Ja, ik ga nogmaals herhalen. Ik heb dus werkelijk geen idee. Maar ik ga af op een pop van Dua Lipa die hier staat. Er zijn verschillende dingen die naar Dua Lipa wijzen. Iets met Dua Lipa. Ik zie het ook heel veel binnenkomen namens onze luisteraars. Dus ik ga invullen. Wellicht om het gewoon uit te sluiten. Dua Lipa en Don't Start Now. Marieke. Ik heb werkelijk geen idee, maar ik ga wel mee met het gevoel van Domien. Want die hoort toch een bepaald liedje erin die ook wel is binnengekomen in de Q-Music app. Wie weet is het goed, dat zou een fantastisch mazzeltje zijn. The Verve met Bittersweet Symphony. Domien.
Goedemorgen Nederland. U luistert naar vier onzekere discjockeys. Normaal zo zeker zijn van hun zaak. We hebben alle vier eigenlijk geen echt idee. En ik helemaal niet. Ik heb net al even de Q-app doorgepluist, doorgeplozen. En ik zag een liedje ertussen dat gisteren wat vaker binnenkwam. Ik heb geen enkele aanleiding om te realiseren of te bedenken waarom het waar zou zijn, waarom het echt zou zijn. Het zou kloppen. Maar ik ga voor Delight en Groove is in the Heart. Ach ja. Kai. Dit is een nummer dat al heel vaak voor mij is binnengekomen in de Q-app. Dus dank daarvoor. Het is ook, ja, ik hoor het ook wel in mijn fragment. Ik heb er ook van wakker gelegen. Ik wil weten of dit goed is of niet. Ik ga voor Maroon 5 en Memories. Alle antwoorden zijn ontvangen. De muzikale code is niet gekraakt. Nee, nou, dat dacht ik. Precies. Er zijn geen antwoorden goed. Hey, ik had denk ik de meeste hoop nog op Memories van Maroon 5. Ja, ik ook. Omdat toch die stem van Adam Levine, en het is zo'n mega, mega, mega top 40 klapper geweest. Die eerste toon, dacht ik. Hey, er zijn dus bij elkaar nu 12 liedjes ingevuld al. Ik ga weer schrijven. Ja. Er is er geen één goed. De printer helpt de DJ's op weg met een soort wie ben ik spel. Vanochtend rolde hier uit de printer, zonder dat één van ons daar verantwoordelijk voor was, een papier. En op dat papier staat dinsdag 15 december 08:45 09:15. Dat is over 50 seconden. Oh! 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Doe jij dit? Nee. Nee, ik doe niks. Kun jij eens een beetje bij de binnenplaats gaan kijken? Gebeurt daar iets? Of misschien in het kantoortje van deze escape room? Jongens, ik denk dat er op dit moment iets aan de hand is wat voor een beperkte tijd aan de gang is. Dat gevoel heb ik heel erg. Ik word er helemaal zenuwachtig van. Kom, laten we naar die ruimte hiernaast gaan. Oh, er komt nog een papier uit de printer. Nee. We spelen Wie ben ik? Jullie krijgen steeds een nieuwe opdracht. Pas als deze juist is uitgevoerd, zal de volgende volgen. Haal mij van de muur als puntje, puntje, puntje. Er zijn hier in de escape room, daar is eigenlijk een hele wand met allemaal foto's van artiesten. Ik zie Adele, ik zie Snelle, ik zie Beyoncé, Martin Garrix. En ik denk dat we daarmee aan de haal moeten. Er ligt weer wat in de printer. Oh, er ligt weer wat. Haal mij van de muur als ik dood ben. Freddie Mercury. Alle overleden artiesten moeten van de muur. Jongens, Freddie Mercury kan van de muur af. Weg. Ja, Prince. Even Michael kijken. Jackson. Ja, Michael Jackson. Hier Amy Winehouse. Oh, maar dit gaat helaas best wel hard. Dit gaat heel snel. Ja, hoor, we zijn zo door die bomen heen. Eens even kijken. Zou het dan zo zijn dat we over een paar opdrachten dat wij gewoon nog één artiest hebben hangen en dat dan sowieso de artiest is van minimaal één liedje? Dat denk ik niet. Jongens, er ligt een nieuw briefje in de printer, dus wij kunnen door met die. Oké. Het gaat heel rap. Haal mij van de muur als ik Frans heet. Ah. Oké, Frans-Duits hangt er volgens mij. Ja, Lange Frans hangt er ook. Frans Bauer. Wij zijn fan, je hoort het. Lange Frans. Oh, dit gaat heel snel hoor. Nou, dan is het wachten op een nieuw briefje dat meteen uit de printer komt. Hey, kunnen jullie eens vertellen, want we kunnen jullie namelijk niet zien, hoeveel lijstjes zijn er nu al van de muur gehaald? Want ik heb het idee 1, dat ze 2, bij borstjes 3, gaan. 5, 6, 7. En er hangen er nog 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 29. Nog een nieuw blaadje, jongens. Haal mij van de muur als ik geen wereldwijde faam heb. Haal mij van de muur als ik een band ben. Als je een band bent. Live Sos, Coldplay. Ja. Hanson. Komt-ie? Ja. En nu haal mij van de muur. 30 of zo. Haal mij van de muur. Oh ja. Als ik niet solo bekend ben geworden. Zoals Justin Timberlake. Dus Robbie Williams. Van eraf. Ja. Niall Horan. Beyoncé. Ja. Ja. Haal mij van de muur als mijn naam begint met een E. Eminem. Ja. Ja, oké. Okay. Marshall Mathers. Ja, maar zijn artiestennaam is wel echt Eminem. Ja. Ed Sheeran. Eric Iglesias. Ja. Oh la 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 la. Haal mij van de muur als ik een vrouw ben. Nou, dat vind ik heel erg niet 2020. Oh, dat kan toch niet?
Why Taylor? Why Dua? En ik heb hier een nieuw papiertje. Haal mij van de muur als ik geboren ben in een land met een C. Mariek, hoe ver zijn jullie? Nou, behoorlijk ver. Eigenlijk zodanig ver dat we het einde hebben genaderd. Want die hints rolde hier uit de printer. En het laatste blaadje dat uit de printer kwam was succes. Ja. Oh. En nu hebben wij nog 3 artiesten over te weten. Calvin Harris, Martin Garrix en Sean Paul. Ik heb een ladder gevonden, want ik moet even hoog, want Calvin Harris hangt helemaal hoog in de boom. Nou, dat doet ze vaker, zie ik al. Dit is echt een klusser. Calvin Harris is van de muur. Pak ik Martin Garrix van de muur. En dan zal ik dan Sean Paul pakken. Jij dan Sean Paul? Ja. Hey, en dan gaan we dus even kijken of er iets in het lijstje zit wat ons verder helpt. Ja. Ja. Oké. Okay. Begin jij, Domien? Ja. Met Sean Paul? Nooit gedacht dat Sean Paul onze way out zou kunnen zijn. Oh! Ja. Braille. Nee. Nee. Ja. Echt waar? Ja. Braille? Dit is Braille. Oké, okay, ik ga nu Calvin Harris openen. Braille Adams, Melanie C. Ja. Hey. Ja, ook in Calvin Harris zit Braille. Nou, en dan zal in Martin... Ja, ook Braille. Jeetje, dit heb ik zo niet onder de knie. Ja, ga je dan aan slechtziende vragen of Skuddel cijfer? Nee, ja. Irma Sluis? Mijn gevoel kan Irma Sluis namelijk alles. Met het Braille-alfabet in de aanslag wordt er flink gepuzzeld. Waar staan die op? Oh ja, goeie. Oh. Hè? Nou, zo leuk kun je het niet hebben. Zo leuk kun je het niet hebben. Ja, wij wel. Wij wel, hoor. Zo leuk? Ja. Ja? Hier zit de familie Donderlach. Zit hier. Oké, Linda, daar zit ze, ja. Ik snap hem wat wel. Ja, de familie Donderlach, goedemiddag. Als jij een keer Mattie vervangt omdat hij ziek is. Dan moet iedereen zijn spiekertjes vervangen. Heftig, joh. Dat zou moet je om 6 uur vast met een waarschuwing beginnen. Zo, maar ja, kan je wekkerradio... Radio wat zachter, wat kan je Marieke zijn? Nee, dat zo, kan niet. Je wekkerradio op Q, nou, dat is niet lekker wakker. Dat is niet lekker. Dat is gewoon een luchtalarm. Dan zitten jullie, Marieke en Kai, op de bank en jullie zijn kaart aan het puzzelen, want we hebben een uur geleden 3 plaatjes braille schrift gekregen. Wat we in ieder geval al kunnen zeggen is dat we de braille ontcijferd hebben. Ja, ja, dat is dus echt heel knap. We hebben hier 3 teksten liggen. Maar we tasten nog steeds in het duister. Ja. Om die metafoor maar even door te trekken. De braille is ontcijferd, maar nu hebben we 3 A4'tjes. Zullen we die anders gewoon aan je voorlezen? Ja, heel graag. Ik sta in een lijst met 16 alarmschijven. De nummer 1 in deze lijst staat 10 weken in de lijst. Ik sta in een lijst met Marco Borsato. Ik sta in het rechte rijtje. Nu heb ik weten te ontcijferen op een ander braille papiertje. Ik sta in een lijst met 4 nieuwe binnenkomers. Ik sta in een lijst waarin alle liedjes bij elkaar opgeteld 387 weken in de lijst staan. 32 liedjes zijn Engelstalig. Dit keer ben ik alleen. Heb ik hier tenslotte nog... Ik sta in een lijst waar 10 nummers stegen. 22 liedjes in deze lijst zijn een samenwerking. Ik sta in een lijst waarbij ook 1 liedje met een kleur in de titel staat. 1 liedje met een dier in de titel. En 1 liedje met cijfers in de titel. Er zit een R in de maand. De hints in braille leiden tot een liedje in de rechterrij van de top 40 van week 45 in 2019. Staat in het rechterrijtje. Daar staat inderdaad Dua Lipa met Don't Start Now. Het enige wat we weten is dat het een artiest is waarvan wordt gezegd: dit keer ben ik alleen. Het zou kunnen zijn Niall Horan, die staat in het rechterrijtje. Dit keer is hij alleen. Voorheen was hij natuurlijk met One Direction. Geef deze oplossing een goed antwoord bij het 4e invulmoment. Ah, jongens, ik heb nog 4 schone onderbroeken bij, hoor. Dus, ja, ik ook, hoor. Ik kan echt nog lang toe. Ja. Ik kan ze nog een keer binnen ze buiten dragen. Dus. Tuurlijk, ik kan nog 8 dagen blijven. Daarom. Daarna wordt het wel ook gênant. Ja, dan kan je nog, commando. Daarna, na een week of 2,5. Het is 12:15 op dinsdagmiddag voor de 2e keer. Vandaag in de Q Escape Room mogen wij 4 antwoorden gaan geven in een poging de deur van de Q Escape Room open te krijgen. Jullie mogen nu de muzikale code doorgeven. Gelukkig. Mattie. Ja, ik kan er een heel lang verhaal van maken, maar nogmaals, het is een beetje met hagelschieten, omdat ik denk, nou, een klassiekertje is ook wel leuk als dat 1 van de 4 is. Wham, Last Christmas.
Marieke. Veel binnen zien komen de afgelopen dag en ook vanmorgen in de Q-app. Dit liedje. Ik denk niet dat het klopt. Maar dan kan ik tegen iedereen zeggen, dank jullie wel voor het helpen. Maar dit is niet het liedje. Cascada, Evacuate the Dance Floor. Domien. Ik wil graag met goed nieuws beginnen, jongens. We hebben er één goed zometeen. Echt waar? Ja. Ik voel het. Oh. We hebben er één goed. Oh. En dat is niet die van mij. Ik ga voor Tones and I Dance Monkey. Kai. We hebben de top 40 opgesnort die inmiddels tegen de muur hangt. Hij staat in het rechte rijtje van die lijst. Hij is dit keer alleen Niall Horan en Nice to Meet Ya. Alle antwoorden zijn ontvangen. De muzikale code is niet gekraakt. Maar nu ben ik benieuwd. Maar. Nu ben ik benieuwd. Er zijn geen antwoorden goed. Oh nee. Oh no. Oh no. Ja. Domien smijt ook de microfoon weg. Oh nee. Maar Do, je zei net, we hebben er sowieso één goed. Ja. We komen heel even bij terug. Heb ik dat gezegd? Jongens, ik heb iets anders. Oké. Ik heb namelijk vanmorgen al iets met Kai gevonden. Nee, wat dan? En het zit al een tijdje in mijn achterzak. Waarom haal je dat er nu pas uit? Er bekruipt mij een beetje een unheimlich gevoel. En ik wil dat graag ter sprake brengen voordat we verder gaan met de Q Escape Room. Ja, kom maar. Kijk, Domien, jij zei net tegen ons, ik heb al uren een envelop op zak die ik vanochtend al heb gevonden hier onder het tafelblad van de tafel die hier in het kantoortje staat. Ja. Ja, ik wil gewoon even van jou 100% garantie dat jij niet meer weet dan wij. Ja, Frank, je stuurt namelijk ook Frank Konings. Waarom komt hij nu pas met die envelop? Vreemd. Ja. Ik riep het net ook al, Domien is de mol. Concreet, de vraag. Nou, weet jij meer dan wij? Ik weet al 2 uur meer dan jullie. Heb je al in die envelop gekeken? Nee. Zullen we dat dan nu doen? Dat is goed. Ik heb deze envelop gevonden onder het bureau. En Kai, jij was erbij. Ja, dus jij kunt laten zien. Jij kunt onderschrijven in de envelop ook. Ja, jij precies. Jij kunt onderschrijven dat ik niet aan de mol was. Ik heb gewoon gezegd, laten we eerst even. Ja, want anders gaat alles door elkaar lopen. Okay. Alles door elkaar. Ik verwacht inderdaad ook niet dat er in die envelop staat het fragment van Domien verschuren is, dubbele punt. Zou wel lekker zijn. Zou lekker zijn, zeg. En we zouden het verdienen. Oké. Lieve vrienden, een tekst. In deze Nederlandse film staan vrienden centraal. Je bent op zoek naar de scène waar de vrienden in een kleedkamer zitten. Allstars? Zou kunnen. Zou kunnen. Goed. Eén van de vrienden denkt terug aan het paastoernooi bij Zwaluwe vooruit. Dit is absoluut Allstars. Allstars. Op een gegeven moment hoor je 2 keer hup Bram, hup Bram. Ja, Allstars. Noteer van de volgende zin het 8e woord. Dus de zin die volgt na hup Bram, daar het 8e woord van. Ja. Amber, goedemorgen. Middag. Goedemiddag. Waar heb je het gevonden, Allstars? Nou, ik had toevallig van de week had ik gezien dat het op Videoland staat. Dus vandaar dat ik ook dacht, ik ga gelijk even voor jullie kijken. Amber, wat is het woord dat wij zoeken? Het woord moet zijn meter. Meter, oké. Meter. Je weet het zeker, hè? 100%. Want er zijn heel veel mensen in de app die zeggen inderdaad, ja, je hoort 2 keer hup Bram, hup Bram. Dat wordt dus 2 keer gebruikt en daarna is het 8e woord in de volgende zin meter. Ja. Ja, dit is waanzinnig. Nou, ik heb het opgeschreven. Zodat we het vergeten. Ja, dat moesten we doen. Dus ik heb het opgeschreven. Ik plak het hier op de muur. Ja. Nou, heel goed. We plakken het op de muur met hints. Amber, dankjewel, hè. Okay. Domien is op dreef. Aan de muur hangen vlaggen en daar heeft hij een idee over. Voor ons op de muur hangen 4 gouden platen. Als eerste hangt de gouden plaat van Sunny Days van Armin van Buuren er. En die heeft bovenaan het lijstje de vlag van Luxemburg. En onderaan het lijstje de vlag van Luxemburg. De gouden plaat daarnaast is van Kensington voor het album Rivals. Die heeft bovenaan het lijstje de Engelse vlag. Onderaan het lijstje staat een vraagteken. Daarnaast hangt de plaat, gouden plaat voor 20 jaar Bluff. Bovenop de lijst zit het Zweedse vlaggetje. Onderaan de lijst het Nederlandse vlaggetje. En dan kom ik bij de laatste gouden plaat van Snelle Reunie. Bovenaan de lijst de Nederlandse vlag. Onderaan de lijst de Engelse vlag. Ja, en nu wil ik even naar de man die hier al urenlang bovenop zit tot grote frustratie. Die letterlijk bijna de haren uit zijn hoofd trekt. Domien Verschuren. Want Domien, leg ons heel even uit wat precies de theorie is achter deze lijst. En doe het even op halve snelheid, want je hebt het al 6 keer verteld en nog begrijp ik niet wat je bedoelt. Ik ook niet.
Het is een tip van Jess. Die moet ik even alle credits geven. Jess stuurde een uur geleden dat het iets te maken heeft met het Eurovisie Songfestival. En ik ga het zo goed mogelijk proberen uit te leggen. En ik ga vast waarschuwen, mijn theorie is niet waterdicht. Oké. We beginnen bij Armin van Buuren. Daar staan twee vlaggetjes van Luxemburg op. Luxemburg won in 72 en 73 achter elkaar het Eurovisie Songfestival. Dan sla ik heel even Kensington over, want ik ga van de A in het alfabet ga ik naar de B van Bluff. Oké. Dan kom ik uit bij de vlaggen van Zweden en Nederland. We weten dat 73 de laatste vlag is van Luxemburg, 1973. In 1974 won Zweden het Eurovisie Songfestival. In 75 won Nederland het Eurovisie Songfestival. Mm-hmm. Dan ga ik naar de K van Kensington. Dan kom ik uit bij de vlag van het Verenigd Koninkrijk, Engeland. 1976 wonnen zij het Eurovisie Songfestival. Dan een vraagteken bij 77. Ik kan daar maar één land op invullen. En dat is Frankrijk. Maar het is toch best wel waterdicht? Is het toch waterdicht? Nee, want dan gaan we naar de S van Snelle. Dan staat Nederland daar weer bovenaan. Dan zouden we een sprong terug in de tijd maken naar 1975. En Engeland in 76. Dus het enige wat ik nu kan doen is Snelle vergeten. Omdat we de puzzel al opgelost zouden kunnen hebben bij de derde poster. Oké. Okay. Ik durf mijn geld op Frankrijk in te zetten, omdat ik geen enkele andere... En Domien? Ja. Want ik vind die hele Eurovisie Songfestival-tak vind ik zo leuk bedacht. Jij hangt de gouden platen op alfabetische volgorde. Maar als je dat nou niet doet, als je ze gewoon laat hangen zoals ze hangen... Ja. Of klopt dat dan helemaal voor geen ene meter natuurlijk? Ja, dat kun je meer doen, maar dan krijg je Armin 72, 73, Kensington 76, 77, Bluff 74, 75 en Snelle 76, 77. Dus dat maakt niet zoveel uit. Oké, ik heb wel het gevoel dat we super dichtbij zijn, maar dat we nog één theorie nodig hebben waarin we het lek kunnen dichten. Eigenlijk, Kai, is het jouw schuld. Hoezo? Omdat jij dat alfabet, dat hadden we niet moeten doen. Ja, maar dan doen we dat toch niet? Dan klopt het. Dan halen we dat nu weg. Dan klopt het. En dan hangen ze gewoon op volgorde. Ja. Oh, volgorde. Tering. Je mag als land natuurlijk niet twee keer achter elkaar het Songfestival organiseren. Dus toen de tweede keer Luxemburg... Jezus Christus. Het zijn jaartallen. Het is 1973. Luxemburg organiseert, Luxemburg wint. Luxemburg mag niet nog een keer organiseren. Dus Verenigd Koninkrijk organiseert, Zweden wint. Zweden organiseert, Nederland wint. Ah. Nederland wint. De instinker is dat ik ben doorgegaan op deze vlag. Dus je mag als land niet twee keer... Ja, maar is het antwoord dan het jaartal of het land? Ja, ik denk de vlag. Zweden. ABBA. Dus dan is het een Zweedse band, Avicii of ABBA of whatever. Ja. Een Zweedse band. De band die won was ABBA. Hij krijgt er gelijk sterrenlures van. Want er zijn hier opvallend veel sterren aanwezig en ook op onlogische plekken. Er ligt er eentje op de grond. Ja, dat ben ik. Er is een gevallen ster. Dan belt er onverwacht een vriend van de show met een tip. Ik denk haar klank te horen. Oh, hey, kom. Voor een telefoonlijn, kan dat? Een telefoonlijn? Hallo? Hallo? Oh, hallo, telefoon. Goedemiddag. Goedemiddag, met wie? Ik zeg met Rolf Santjes. Rolf Santjes! Hoe gaat het daar? Nou, naar omstandigheden wel goed, moet ik zeggen. Oké. Okay. Ja, hoor. Okay. Jullie hebben er nog geen één goed, hè? Nee, bedankt. Nee, ja, dat is goed dat je dat nog even zegt. Wat een leuke opening van het gesprek. Leuk hoor. Ja, lekker dit. Heel fijn. Een keer aan de andere kant. In één keer ben ik de baas. Ja, dat is wel waar, ja, want hier gebeuren dingen, soms hebben we het zelf ook niet in de hand. Maar jij belt vast niet zonder reden, Rolf. En hebben jullie een beetje goede collectie? Wat wil je horen, zeg maar. Ja. Ja. Ik ben namelijk op zoek naar een plaat en dat past op dit moment helemaal pas bij de feestdagen. Ja. En die plaat heet The Christmas Star Collection. The Christmas Star Collection. Je moet het echt even luisteren. Oké, er staan hier een paar honderd platen. The Christmas Star Collection. Echt even luisteren. Okay. Even luisteren. Rolf, tot zover denk ik dan. Ja, tof. Oké, dan gaan we... Heel veel succes. Dan gaan wij zoeken. Dank Rolf voor deze boodschap. Leuk. Doei. Hij bestaat wel echt. Onze lieve luisteraars die sturen nu al screenshots door van de Christmas Star Collection. Een album uit 2002 met inderdaad Georgina Verbaan met This Christmas. Die wil ik sowieso draaien. Wat nou, ook. Laten we gaan zoeken, jongens. En dan gaan we. Found it! Domien, jij staat bij de cd-speler. Dit is hem, de Christmas Star Collection. Dat is het album waar het om draait volgens Rolf Santjes. Ik ga gewoon het cd'tje eruit halen en in de speler stoppen. Ja. Play drukken maar. Ja, kom maar. Ja, ik denk het, ja. Shop en spray, dat is dangerous. Yeah. Ombra kan kost een hele rug. Er is
Busy. Busy? Busy. Oké. Maar ik kom in die terug. Welk woord is hier weggepiept? Ik zit nu te kijken op lyrics. Welk liedje was dit, though? Ja, van Busy met een van die Spaanse hitjes van hem. Oh. Shopping Spree, dat is inderdaad het liedje. Klein stukje terugspoelen? Ja, doe nog een stukje. Zeven. Maar ik kom in die zeven terug. Ik heb hier de lyrics op... Zeven. Oké, ik heb leuk nieuws. Ik heb nog 8 tracks. Dit is track 2. Nee. U luistert nog steeds naar Q-Music. Hoe lang duurt dit? Welk liedje is het? Hot Shot. Daar zit iets voor. Als het goed is dit Galactic Cowboys met Nothing to Say. Okay. Daarin zingen zij Zero was a hot shot a dozen years ago. 7-0. Dan hebben wij nu 7-0. Oké. Okay. Gaan we door? We hebben nog 1 liedje. Ja. Althans, we zijn achter de schermen nog even bezig met Stan die we horen. Staat ook op die cd. We kunnen hier nummer 9 kunnen we nog even luisteren. Zullen we het doen? Ja, gaan we doen. Oké, daar komt ie. Dagi God. Dagi B. En this. Dat is denk ik 1. Ik zie hier nog een berichtje van Petra. Als het allemaal cijfers zijn, kan het een telefoonnummer zijn. In de andere ruimte staat een telefoon op het bureau. Ja, alleen die telefoon, daar zit geen stekker in. Niet aangesloten. Dus puur decor. Ja. Oké. Okay. Het is, als je belt, dan is het een nummer in Zweden. In Zweden? Je krijgt, ik krijg op zeg maar, de eerste Google link als ik het intik, krijg ik de Zweedse vlag te zien. De code die wij hebben ontfutseld is 70093841. Nou liep Matty net eventjes zo richting de puzzel die we gisteren hadden, de rekenpuzzel. En toen zei hij, plus 46, dat was namelijk de uitkomst van die som, is dat geen Zweeds telefoonnummer? Nou, Joelle die stuurde een appje. Die zei, als ik het telefoonnummer intyp op Google, dan krijg ik een telefoonnummer uit Zweden. Zullen we bellen? Ja. Laten we bellen. Het doet het wel. Wat bizar ook. Wat is dat voor bizar... Huh? Nou. Hej Sam, du har kommit till mitt telefonsvarare. Jag kan inte svara just nu, men ifall du sitter fast i ett escape room, då kan du lämna ett meddelande och jag ska ringa dig tillbaka så snart jag kan. Lycka till. Wat was dit nou? Wie was dit? Hebben wij hier een artiest moeten herkennen? Kunnen we nog een keer bellen? We gaan gewoon nog een keer. We kunnen dit nummer toch gewoon nog een keer bellen. Kijk, daar gaan we. Luister even goed mee, jongens. Hej Sam, du har kommit till mitt telefonsvarare. Jag kan inte svara just nu, men ifall du sitter fast i ett escape room, då kan du lämna ett meddelande och jag ska ringa dig tillbaka så snart jag kan. Lycka till! Volgens mij zegt ze dat je een bericht moet achterlaten in het Nederlands. Dan belt ze terug zo snel ze kan. Hello, this is Q-Music Escape Room calling. We are Kai, Domien, Marieke en Matty. En we got your number via a code, a puzzle. And we really, really look forward to your call back. So if you can do that ASAP, you'd be amazing. Call us back. Back, please. Thank you. Bye. Bye. Tjuske. Lekker breuk. Oké. Nou, voicemail ingesproken. Nog. Nou, dit kan nooit lang duren. Ik zou blijven zitten hoor, bij de telefoon. Oh, spannend vind ik het. Even lekker theatraal telefoontje. Het is pas dag 2 en de DJ's draaien nu al langzaam door. I want to break free. Nee, komt goed, joh. Freddy staat ook op het dingetje. I want to break free. Dit is wat ze wil. Ja, dit is content. Dit is entertainment. Goed, jongens. Het is zover. Ik ga spelen. Het heeft nu lang genoeg geduurd. Ik kom er niet meer inhouden. Al 2 dagen. Ga lekker bezitten. Ja, heerlijk. Zal ik de astronaut akoestisch doen? Ja, leuk. Oh, ja. I've been trying to keep my distance, but in an instant, you break me down. Wie vals is de gitaar? Tell me lies. Ja, de gitaar is vals. Ja, je stem ligt er niet. Tonight I wanna drown in an ocean of you. Allemaal. Oh, 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 tonight I wanna drown in an ocean of you. Gelukkig verschijnt er een 5e collega voor wat orde in de chaos. Oh, de knippers niet. Missen, maar jij zei, nou, dat gaan we echt niet missen. Jongens, jongens, jongens. Yes. Ja, nu lijkt het allemaal heel erg bedacht zo, maar dat is ook niet waar. Moet ik iets, denk je dat ik een schuif omhoog moet gooien? Ik denk het wel. Is
zich. Oh, de knippert iets. Oh, de knippert iets. De spiegel. Er knippert een spiegel. We rukken nu die spiegel van de muur. Zullen we dat proberen? Ik weet niet of dat mag. Oh, de... Oh, wat eng. Ik durf er niet in te kijken. Oh, wat Bram eng. Bram krikken. Kom. Bram. Ik sta te dromen op de brug. Ik zie de bomen in het water. Ik zie de lucht en even later voel ik de blikken in mijn rug. Daar komt mijn schip al aan. Ik kijk vanaf het strand. Schrijven Bluff. In het zand Bluff. Is ja. voor mij nu wel gedaan. Ja. Ik ben de kat Kiki, of eigenlijk de tijger. Ik ben geen zachte lieve poes, geen dot, geen schat, geen lieve snoes. Ik ben Marieke's krijger. Als de liefde niet bestond, zou de maan niet langer lichten. Geen dichter zou meer dichten, als de liefde niet bestond. Waar alles te vergeefs was zonder kracht, alleen de rijken en de sterken, alleen de legers en de kerken, alleen de macht. Ik zou sterven van de kou en mijn adem zou bevriezen als ik jouw liefde zou verliezen. Er is geen liefde zonder jou. Holy, wat eng dit. Bram krikken in de spiegel in de escape room. Als de liefde niet bestond. Zo, dit was, maar ik vond dit heel eng. Mag ik even zeggen dat dit zag eruit als die scène uit die Disney-film. Wie verschijnt er dan ook alweer? De boze stiefmoeder. De boze stiefmoeder. Spiegeltje, spiegeltje aan de wand. Spiegeltje. Zo zag Bram krikken, die verscheen in onze spiegel. Het boze stiefmoeder had ook een snor. Holy shit. Dit zijn nummers, toch? Wauw, Antoine Hanegraaf zegt alle rijmpjes die Bram net voorgelezen heeft, hadden allemaal A, B, D, A rijm. Abba. Gaat het laatste invoermoment van dag 2 nu in ieder geval één goed antwoord opleveren? Ons nieuwe ontsnappingsmoment is hier. Daar gaan we. Jullie mogen nu de muzikale code doorgeven. Mattie. Ja, we zullen na deze poging tot ontsnappen alles nog iets beter beargumenteren. Want inderdaad, er is een heleboel gebeurd de afgelopen minuten in de Q Escape Room. Ik ga voor ABBA met Waterloo. Marieke. Ik zal die van mij beargumenteren. Net vertelde ik al dat ik heel even, nou ja, behoorlijk goed door een verjaardagskalender ben gespit. Het was overigens een kalender van Rihanna. Daar stonden verjaardagen op van veel artiesten, ook van onze Q-collega DJ's. Maar gek genoeg stond er ook een trouwdatum op. Een hartje en een wedding ring bij 4 april. Toen zijn Beyoncé en Jay-Z getrouwd. Mijn verjaardag stond ook op die verjaardagskalender bij 12 juli. En bij mijn verjaardag stond ook een hartje. Dus toen dacht ik, misschien is dit wel voor mij bedoeld, deze hint. En toen dacht ik, Beyoncé en Jay-Z, Silke appte toen naar de Q-app. Moet het dan niet Crazy in Love zijn als zij op die datum zijn getrouwd? Ja. Nu ben ik toevallig ook Crazy in Love. Daarom staat het hartje misschien ook bij mijn naam. En daarom vul ik in, Beyoncé en Jay-Z, Crazy in Love. Domien. Ik ga voor Miley Cyrus en Midnight Sky. Kai. Zo, ja, zo kan het ook, weet je. We kunnen het nu niet uitleggen. We gaan het zo meteen allemaal beargumenteren. Oké, dan ga ik voor Dua Lipa en Don't Start Now. Alle antwoorden zijn ontvangen. De muzikale code is... niet gekraakt. Oh, oké, okay. Nou, één goed. Er is één antwoord goed. Yes! Yes! Zie je wel? Yes! Het is Don't Start Now. Ja, wat die van goed. Jou is goed. Die van jou moet goed zijn. Oké, okay, maar dan doe ik het volgende moment doe ik weer Don't Ja, natuurlijk. Ja. Ja, ja natuurlijk. Ja. Dat is morgenochtend. Want dan hebben we bevestiging. Ja, het is morgenochtend, maar ik ga zo lekker slapen. Maar wat er nu gebeurt... Het kan dus ook... Maar stel nou... Ja. Stel nou dat die afgelopen 8 minuten ervoor gezorgd hebben... dat niet jouw antwoord goed is, Kai, ja. Maar dat van jou, Mattie. Want hoe kom jij bij Waterloo van ABBA opeens? Ik zal het nog even beargumenteren. Wij kregen zojuist onze collega Bram Krikke in de spiegel te zien hier. Als een soort boze stiefmoeder als in een Disney-film. En het was een hele oplettende luisteraar. Antoine Hanegraaf, als ik het goed zeg. Heb jij goed gezegd? Die heeft heel goed geluisterd naar Bram. Het waren nogal poëtische teksten die hij uitsprak. Maar hij zei, het rijmschema van Bram Krikke is A, B, B, A. Ja, goed hoor. Dus hoe dan ook weet ik zeker dat we met ABBA... de juiste artiesten pakken hebben. Dat kan namelijk geen toeval zijn. En door. De mysterieuze Zweedse voicemaildame meldt zich. Hallo, Clean Manet, Mabel en TikTok bij Q. Jongens? Is
dit nou weer? Het antwoord goed. En ik start iets in. En ondertussen gaat er weer een alarm af. Hallo? Dwars door wat ik instart. Hallo? Ik blijf kijken. Hallo? Hallo? Hallo, wie is dit? Ja, jullie hebben mijn voicemail ingesproken. Is dit Kim Lian van der Meij? Ja. Ik herken je meteen, Kim Lian van der Meij. Het is Kim Lian van der Meij. Hey. Hey. Hallo. Hey. Nou. Hey. Zijn jullie alle vier? We allemaal. Ja, hallo. Hallo. Maar jullie stonden op mijn voicemail, jongens. Maar dit was jij. Jij was net te horen op de radio in heel Nederland toen wij dat Zweedse nummer belden. Ja, dat denk ik wel, ja. Iedereen die naar Q luistert in ieder geval wel. Ja, die heeft jou gehoord. Oké, want Kim Lian, dan klopt het dat jij op jouw voicemail een bericht hebt achtergelaten. Als je in de Q Escape Room zit, laat dan een bericht achter, dan bel ik terug. En hier ben je dan, maar heb je dan ook een boodschap voor ons? Hoe zijn jullie bij mijn nummer gekomen? Weet je dat nog? Ja, van een cd. En die cd-code hebben we gecombineerd met het landnummer van Zweden. Juist, ja. Oké. Maar dus eigenlijk ben ik een soort hint dan. Eigenlijk, ik moet jullie een stapje verder proberen te helpen. Nou, dat zou heel fijn zijn. Zou zo leuk zijn. Dat zou zo leuk zijn als je dat voor ons kunnen doen, Kim Lian. Nee, maar dan heb ik dus echt heel slecht nieuws. Ik zou het niet weten, jongens. Waarschijnlijk heeft het iets met Zweden te maken. Zoeken jullie een Zweedse artiest dan? Dat denken we nu wel een beetje. Dat we zitten nu een beetje op het ABBA-spoor. Kim Lian. Ik heb niks. Zit jij niet in het complot? Ik heb niks. Ik heb niks voor jullie. Groeten uit Zweden. Nee, dag. Misschien is dat het. Ja. Ik zit niet in het complot. Want wat kan het anders zijn? Weet je, een programma wat ik presenteer lijkt me niet. Maar dat is wel een leuke quiz. Ik kijk dat wel eens op SBS. En 50-50. Ja, vind ik leuk. Ja, maar ja, wat zou 50-50 te maken kunnen hebben? Oh, is het misschien een dubbel. Tweetalig artiest of zo? Of een nummer wat in twee talen wordt gezongen? Jouw voicemail begon volgens mij zoiets met als hoi Sam. Hey Sam. Hey Sam. Wat betekent dat? Je hebt gewoon hoi. Hey jij. Oh, hey Sam. Hey Sam. Hey Sam. Tak op de ring. De telefoon zwaarder. Bedankt dat je mijn voicemail hebt gebeld. Dus het is. Er zit ook niets in, denk ik. Hoor. Kim Lian, hoe heet dat muziekprogramma dat jij presenteert bij SBS ook alweer? Thank you for the music. Dankjewel Kim Lian, fijne avond. Joe! Yes. Go, kom naar binnen in de app. Ja. Fucking goed. Kim Lian, hoe heet dat muziekprogramma dat jij presenteert bij SBS ook alweer? Thank you for the music. Yes. Dankjewel Kim Lian, fijne avond. Go, kom naar binnen in de app. Ja. Fucking goed. Dat betekent dat Dua Lipa is goed is. Die is goed. Die van mij, maar het slaat nergens op. ABBA, thank you for the music. Dua Lipa, don't start now. Alleen wij tasten nog in het duister. Alleen wij tasten nog in het duister. Morgen zijn we thuis. Goedenavond, jongens. Wij hebben hem. Mijn geheime bron zegt dat jouw fragment ABBA is en thank you for the music. Oké. Okay. Oh. Ik denk dat ik een liedje van Avicii heb. Wel ook Zweden, hè? Ja. Ik wel verwarrend. De theorieën vlogen al in het rond. En toen kwam ook nog dit appje van een luisteraar. Let op, wat ze nu gaan zingen. Hier staan de Spice Girls. En Melanie C zingt dit zinnetje. You take an inch, I run a mile. En Melanie C. Zij is weg. Zij is weg. Toch? Maar betekent dat dan dat we morgen zouden kunnen proberen... Stap van de Spice Girls, Dua Lipa, Don't Start Now... en ABBA met Thank You for the Music? Je eentje, ik heb zoveel zin in de ontsnappingsmogelijkheid van morgen. Wow. Morgen dag 3 van de Q Escape Room. Puzzel mee en help de DJ's ontsnappen. De Q Escape Room. Dag 3 is begonnen. Laten we even terugkijken hoe de DJ's dag 2 in de Q Escape Room afsloten. ABBA, thank you for the music. Dua Lipa, don't start now. Hier staan de Spice Girls. Maar betekent dat dan dat we morgen zouden kunnen proberen... Stap van de Spice Girls, Dua Lipa, don't start now... en ABBA met thank you for the music? De avond eindigt in één grote bromance. Ik was net even op mijn slaapkamer. Dat was een helemaal emotioneel momentje, jongens. Wat is het hier leuk met jullie? Wat gaat het goed? Ah, oh, liefie. Ach. Dat is toch superleuk? Ja, het is heel leuk. Dit zijn van die momenten, weet je, over 20 jaar nog, hoor. Ja, echt hoor. Komt er ook nog een kerstliedje? Mama kan wel janken. Wie leidt eigenlijk? Ik heb het idee niemand.
Nou, ik leid wel, maar dan met IJ. Ja. Het is duidelijk tijd voor dag 3 en een nieuw invoermoment. Het is zover. 4 antwoorden hebben wij in petto. We gaan het checken. Jullie mogen nu de muzikale code doorgeven. Mattie. Ja, gewoon een strategische keus dus. Om te checken of er een aantal antwoorden sowieso goed zijn. Maar het is wel leuk om te zeggen. Vader Abraham. Met het Smurvenlied. Marieke. Een bijzonder goed gevoel hebben wij hier allemaal over. Veel puzzels wijzen naar Zweden. We hadden gisteren uit Zweden Kim-Lian van der Meij aan de telefoon. Die woont daar. Kim-Lian van der Meij presenteert het televisieprogramma Thank You for the Music. Onze collega Bram Krikke heeft ons ook nog in een videoboodschap toegesproken. En zijn rijmschema in zijn gekke praatje was ABBA. Hij had het in het rijmpje ook nog over Kiki. Dat is de naam van mijn kat. En daardoor dachten we, dit moet wel het fragment zijn dat bij mij hoort. En daarom vul ik zelfverzekerd in ABBA. Thank You for the Music. Domien. Zelfverzekerd ben ik allerminst. Maar er is één band, één groep die al vanaf dag 1 door onze hoofden spookt. En dat zijn de Spice Girls. We zien ze overal. We zien ze op een poster aan de muur. We zien ze niet volledig met z'n vieren hier in een van de kasten als poppen staan. Er ontbreekt er één, dat is Melanie C. Gisteren kregen we een hint van een luisteraar die zei... Hey, Melanie C. zingt een heel erg opvallend zinnetje in Stop van de Spice Girls. En dat is mijn antwoord. Spice Girls en Stop. Kai. Ja, dit is een antwoord waar ik eigenlijk vrijwel zeker van ben. Zo voelt het in ieder geval wel. We vonden gisteren een top 40 waarvan de artiest zegt... ik sta in het rechte rijtje van die lijst. En ik ben dit keer alleen. Ik vond haar hier in een fotolijstje. Ik heb haar afgelopen nacht mee naar bed genomen. We hebben samen geslapen. Ze heeft het me toegefluisterd. Dua Lipa. En don't start now. Alle antwoorden zijn ontvangen. De muzikale code is niet gekraakt. Oké, maar... Er zijn 2 antwoorden goed. Ja! Ah, yes. Sowieso. Dua Lipa. Dua! Appa. Of Spice Girls? Nee. ABBA is goed. ABBA en Dua Lipa zijn goed. En Dua Lipa zijn goed. 100%. Ja. Oh. Ik ga ook voor jou, ABBA, thank you for the music. Oh. Dua Lipa, don't start now. Ja. Dat moet. Ja. Dit is een doorbraak, dag 3. Als we zo doorgaan, zijn we binnen 6 dagen thuis. Dit is in totaal. De Q Escape Room. Met 2 antwoorden in de pocket worden de DJ's naar Instagram gestuurd. Ja, ik heb iets raars. Kijk, ik ben telefoonverslaafd, dat weten we allemaal. Ik zit de hele dag op mijn telefoon, ik check de hele tijd Instagram, Twitter. Ik wil weten waar de hints zitten die we over het hoofd zien. En ik zie net echt 5 of 10 minuten geleden zie ik een Q... Een account zie ik ons allemaal liken en foto's onder commenten. En het account heet QDolf1007. Dus ik ga naar dat account en ik zie op dat account... de ster staan die hier beneden links achter Mattie en rechts van jou op de grond ligt, Marieke. Ja, wij kijken al dagen tegen een ster op de grond aan, ja. Met onder die foto de tekst, beste Q-escapers. Ga op de ster staan met je gezicht naar de gele muur. Dat is de muur aan de overkant van de escape room. Als je dit doet, volgt een vraag op dit account. Zodra het goede antwoord op die vraag in de comments is gegeven, volg de volgende hint... luisteraars mogen helpen. Maar wij denken allemaal, of niet? Zullen we met z'n allen gaan staan? Het zou ook een fake account kunnen zijn, hè? Tuurlijk, dan zit er nu iemand heel hard te lachen thuis. Maar prima. Ja, refresh! Wat staat er naast de G op de plaat van Mumford & Sons? Sigh No More. En die heb ik hier wel zien staan, die plaat. Oh, dan laten we hem gaan zoeken. Ja, jongens, moeten we zoeken. Als hij bij de M staat, natuurlijk staat hij weer niet bij de M. En we weten zeker dat het een LP is en geen CD. Hadden ze anders album gezegd? Gentleman of the Road wordt vaak gezegd. Jij zegt net, Mattie, volgens mij, het kan ook op de plaat staan. Wij zijn op zoek naar de hoes, die hebben we ook niet gevonden. Maar op de plaat staat naast de G Gentleman of the Road. Dat zal denk ik het label zijn van Mumford & Sons. Het antwoord was goed, want er is weer een volgende hint verschenen op dat Instagram-account. Nu moeten wij 4 blokken naar links. En ik denk dat dat betekent dat we 4 tapijtentegels naar links moeten. Dat is namelijk wat er nu op het Instagram-account staat. En als ik swipe, zie ik ook een foto van de autoweek.
Ja. Ja, en dan is de onderschrift: hoe vaak komt het woord Saab voor in het dubbeltestartikel van de Autoweek editie 50? Hey, hiernaast liggen allemaal tijdschriften, ja, toch? Die ga ik zoeken. Vier blokken. In die dozen. Blokken. Hier iets, hier iets. Editie 50. Het goede antwoord, dat is onder andere gegeven door Maud Kuppen, is 48 keer. En er is ook een filmpje geüpload met een filmpje? Vraag: wat zegt Domien hierna? Schoenen? Heel goedkoop van de Bristol, geloof ik. Was je vergeten, toch? Ja. Jij hebt daar gezegd, Domien. Leuk dat je luistert. Ja. Dat is wel top. Ja, ik wil de radio hier gaan staan. Weet je dat ik denk dat we niet eens met z'n allen op die tegel hoeven gaan staan? En dat komt door Shane. Shane die app namelijk. Ik denk dat jullie een soort onzichtbaar doolhof aan het maken zijn op die tegels door de escape room. Uiteindelijk denkt Shane dat wij aan de hand van al deze hints uitkomen op een tegel. En dat er onder die tegel dan een antwoord ligt. Ik vond het juist wel leuk als we met z'n vieren als een Noord-Koreaans leger door die escape room gingen. Maar dat hoeft dus helemaal niet. Ja, dat gaat allemaal weer in de sneltreinvaart. Want inmiddels hebben wij via Instagram, we zijn op zoek naar antwoorden op vragen die daar worden gesteld, het antwoord gekregen op onze vorige tegel, onze vorige vraag. Ja. Die gaat over het stripje op pagina 376 van het nieuwe Italiaans zonder moeite, druk 2007. Nou reageerde jij, Matt, daaronder met: dit is echt zoeken naar speelt in een hooiberg. En toch is het door iemand gelukt. Ja, echt razend knap. Ik weet niet hoe. Dat heeft die persoon nog niet verteld. Maar het is buon Nathalie. Buon Natal, of niet? Zou dat het zijn? Ja, dat denk ik wel, ja. Toch? Buon Natal. Buon Nathalie. Buon Nathalie is. Kan iemand dit boekje even opsturen naar de QS Escape Room Amsterdam? Dan geef het aan Mattie mee voor de kerst. Sorry, ik heb gewoon niet... Onnatalie, wordt er gezegd. Maar het is wel goed. Het goede antwoord is wel binnen. Ja, goede antwoord is binnen. Oh, wat grappig. Okay, ik denk dat we er doorheen zijn. Oké, okay, ja. Gaan jullie met z'n tweeën hier staan? Dan blijf ik wel heel even achter de mengtafel. Mochten er iets in de fik vliegen. En met ons gezicht naar de gele muur dus, hè? Oké. Okay. Daar gaan we. Dan beginnen we vanaf de ster vier blokken naar links. 1, 2, 3, 4. Dan gaan we één blok naar rechts. Ja. 1. Dan gaan we opnieuw één blok naar rechts. Ja. Dan gaan we twee blokken naar links. Oké. Okay. 1, 2. Eén blok rechtdoor. 1. Ja. Ja. Dan gaan we daarna drie blokken naar rechts. 1, 2. Dan staan we ongeveer onder het DJ-meubel. Ja, dat is goed. Hier. Okay, ja, dat is deze. Ja. Twee blokken naar links. Ja, daar ligt nu de zak popcorn als marker. Ja, dit klopt niet, want dan moeten we drie blokken naar links. Ja, oké, okay, maar wat is dan de volgende? Drie blokken naar links. 1, 2, dan staan we praktisch buiten, oh, wel? Zou je zeggen. En dan weer twee blokken naar links. Nee, dat kan niet. Nee, dat kan niet. Dit klopt niet. Nou, hier zijn we even stil van. Hè? En daarna? Oh ja, nee. Nee, dat klopt niet. Dan moet je weer één blok naar rechts en twee blokken naar rechts. Oké, okay, wij gaan hier nog een keer nauwkeurig naar kijken. Ja. Ondertussen liggen natuurlijk ook echt nog wel dingen stil. Toch? Terwijl Mattie even van het padje is. Zo. Nou, dat is wel knap. Lossen luisteraars de Instagram-puzzels op? Ja, echt razend knap. Ik weet niet hoe. Dat heeft die persoon nog niet verteld. Maar het is buon Nathalie. Buon Natal, of niet? Zou dat het zijn? Ja, dat denk ik wel, ja. Ja, time flies als je de weg kwijt bent. Het is er weer tijd voor de volgende ontsnapmogelijkheid. We wonder, is het goed? De vier antwoorden die wij gaan geven om de Q Escape Room eventueel te mogen verlaten. We gaan het checken. Jullie mogen nu de muzikale code doorgeven. Mattie. Ja, ik ga voor een liedje wat vanmorgen door Domien als antwoord is gegeven. Toen, denken wij, was hij fout. Maar er zijn zoveel hints die in de richting wijzen van dit liedje, dat we toch nog willen proberen om dit liedje op mijn naam te zetten. Of die misschien bij mij hoort. Of het mijn fragment is. Ik ga voor de Spice Girls met Stop. Marieke.
Wat was het lekker om vanmorgen te horen dat we 2 van de 4 fragmenten goed hadden. En ervan uitgaande dat het fragment was van Kai en het fragment was van mij, zou ik natuurlijk wel gek zijn als ik het zou aanpassen. En daarom blijf ik wederom met veel zelfvertrouwen bij ABBA. Thank you for the music. Domien. Mijn inzet gaat strategisch zijn, want als ik nu zou zeggen Harry Styles, Watermelon Sugar, wat ik nog ergens in mijn achterhoofd heb rondspoken en zometeen horen we 3 goed, dan zou het alsnog Spice Girls met Stop kunnen zijn, maar ook Harry Styles met Watermelon Sugar. We hebben gekozen voor de Spice Girls met Stop om dat te gaan checken, dus ik ga voor Sineke met Shalali Shalala. Kai. Het vertrouwen in mijn antwoord stijgt bij mij echt, met een minuut eigenlijk. We hadden vanmorgen 2 goed. Marieke heeft die ene. En ik heb toch echt die andere. Dua Lipa en Don't Start Now. Alle antwoorden zijn ontvangen. De muzikale code is niet gekraakt. Nee, dat niet. Ah, toch niet, Sineke. Er zijn 2 antwoorden goed. Oké. Alright, goed zo. Goed, dan weten we dat. Hey, 100% zeker dus die ABBA en Dua Lipa. Dat en we gaan 100%. Gewoon terug naar de tekentafel. Ja. Tekentafel? Nee, de tapijttegels. Want die sturen de DJ's naar... Onder de kast met cd's. 1, 2, dat klopt. 1, 2, zoek en gij zult vinden. Daar kregen we werden dus gevolgd op een bepaald moment... door een Instagram-account dat ons opdrachten gaf... op het moment dat we een goed antwoord hadden gegeven op een vraag. Maar we werden ook met pijlen een richting opgestuurd. En wij dachten, waar moeten we nou eigenlijk heen lopen? Want we zijn vanmorgen begonnen op verzoek van dit Instagram-account... op een stip, op een ster. En ik zou willen zeggen, Domien, want dat komt ontzettend veel binnen via de Q-app... dat wij helemaal verkeerd met die pijlen door de ruimte aan het lopen waren. We zijn verkeerd gaan wandelen. Omdat de eerste opdracht was, ga met je gezicht naar de gele muur staan. En vanaf dat punt zijn we eigenlijk gewoon blijven kijken naar de gele muur. Maar onder andere Bellen zegt via mijn Instagram... nee, je moet meedraaien met de richting waar je oploopt. Zal ik voorlezen waar je naartoe moet heel lopen? Graag, dan heel en graag. Dan hopen we enorm dat er iets bij die tapijttegel ligt. Oké, vanaf plekje 1 ga jij 4 blokken naar links. Dus ik draai naar links en ik kijk nu dus naar links. Dan is 1, 2, 3, 4. Kijk om mee. Ja. Ga 1 blok naar rechts. Dus dan is het naar rechts. 1 blok naar rechts. Een soort gort in choreografie. Nog een keer, ga 1 blok naar rechts. Maar jongens, jullie moeten wel meedraaien met je gezicht naar rechts, toch? Dus nu ga ik weer... En daar weet ik het niet meer. Nee, je moet met je gezicht meedraaien waar je heen loopt. Dus nu loop je weer naar rechts, loop je naar mij toe. Je moet met je gezicht meedraaien waar je naartoe loopt. Dan ga je 2 blokken naar links. Dus dan gaan we hier links. Maar meedraaien met je gezicht, hè? Ja. Nu 1 blok rechtdoor. 1 blok rechtdoor, oké. Dus eigenlijk 3 blokken. Staan we hier. Dan ga je 3 blokken naar rechts. Dus dan gaan we 1, 2, 3. En dan ga je 2 blokken naar links. Dus dan gaan we 2 blokken naar links. 1, 2. Ben ik hier. Ja. Dan ga je 3 blokken naar links. 3 blokken naar links. 1, 2, 3. Jullie zijn bijna klaar, hoor, jongens. Dan gaan jullie 2 blokken naar links. 1, 2. Dan gaan jullie 1 blok naar rechts. 1. En dan gaan jullie 2 blokken naar rechts. En dan komen die uit onder de kast met cd's. 1, 2, dat klopt. Dit is een interessante. Dit is de tegel dus. Nu kunnen we 2 dingen doen. Jullie kunnen proberen die tapijttegel onder de kast vandaan te rukken. Of jullie gaan precies in de cd-bakken daarboven zoeken naar een hint. De laatste hint die op dit Instagram-account is gegeven is... Zoekt en gij zult vinden. Okay. Dus ik denk dat als jullie zoeken... in de bakken van de cd's dat er iets te vinden is. Ik heb iets. Hemel. De cd's moeten eruit. Wat zien jullie? En dit kan eruit. Oké, ik weet niet van wie die cd's zijn, maar sorry. Ik ben hier. Ik probeer het door een soort... Nee. Misschien is het niks. Hier zit een rond gat in. En we kunnen het omhoog houden, vriendin. Hier zit niks in, hoor. Hallo, Niek. Hallo, Mathie. Wat is jou opgevallen wat je met ons wilt delen? Ik zat even te kijken naar die Insta-post. En ik dacht, of toen zag ik ook waar Domien nu zit. Daaronder zitten ook logo's. Ja. Of plaatjes. Plaatje, tekeningetjes, ja. Zit daar misschien een la of een luik of iets? Nou, ja. Figuurtjes. Wat is er? Ja, nou, ik durf het niet meer hard op te zeggen, maar ik voel, er zit een rand. Er zit een rand achter de sticker. Kai, kom het even checken. Ga jij hier... Ik kruip nu hier voel je... Zie je hem hier? Hier stopt de... Kijk, ik heb een mes nodig. Oké. Mes nodig? Even een mes pakken, Toch weer een mes! Dit is een klein luikje. Ja. Oh,
Domien snijdt nu met een mes. Ik haal even mijn vingers weg, anders heb ik er geen 10 meer. Oh jongens, doe alsjeblieft voorzichtig met je vingers. Ja. Ja, wacht, ik trek hem er nu af. Ja. Zo. Ja, trek hem maar door. Oké. Okay. Ja? Ja. Ja? Hier zit een luikje. En wat zit daarin? Ja, wacht ervoor. Ja. Ja. Jongens, het luik is open. Nog meer cd's? CD's. Oh! CD's? Nog meer cd's. Ja, maar dat is wel interessant. Die liggen daar niet zomaar. Wow. Niek, dankjewel jongen. We gaan hier verder puzzelen. Yes, succes. Groetjes, hoi. Jongens, welke cd's zitten er in die doos? Om de cd's staan stickertjes geplakt met Joost. We gaan het heel even uitzoeken. Fotootjes maken, op een rij zetten, ordenen, uploaden. Goed, hé. Hé, een telefoon! Ja. Huh? Die zit er in de doos? Die zit hier tussen. Weet je dat heel zeker? Top! Luisteraar Niek blijkt de held van de dag. Waar Domien nu zit, zit daar misschien een la of een luik of iets? Er zit een rand achter de sticker. Ja, wacht, ik trek hem er nu af. Hier zit een luikje. Nog meer cd's? CD's. Alsof je dit nog niet genoeg had. Nee. Thanks, Niek. Ja, Niek heeft echt een vitaal beroep. Die mag echt zijn kinderen naar de kinderopvang blijven brengen. Goed, hé. Hé, een telefoon. Deze ligt in de lader, jongens. Hè? Gerard Cox. Joke Bruijs. Stel Kruijf. Adam. Adam en Patricia. Katja. Oh, wacht even. Jort en Lauren? Ja, Marco en Leon. Exen. Dit zijn setjes. Exen, Niek en Vrouwtje. Het zijn exen. Er komen heel veel berichtjes over binnen. Thank You Next van Ariana Grande gaat over exen, al dus Milan. Maar we moeten ook even contact zoeken met Elke. Goedemiddag. Hallo. Jij hebt ook een interessante theorie. CD van jou, CD van mij. Van Agnes. CD van jou, CD van mij. Dat is letterlijk wat het is. Hopelijk puzzelen de DJ's iets soepeler dan dat hun heupjes zijn. Even lekker. Goedemorgen! Het gaat weer met een warm veld hier. Shaggy, kom eraan. Shakira, hier zit online. Goedemorgen! Zo. Lekker vies. Hey, goedemorgen, beste luisteraars. 15 februari 1999. Je moet je maar aanpassen, hè, op de muziekjes. Ja. Oh, wacht even. Oh. Ah, dit is even lekker. Oh, wacht. Nog eentje. Ja, goed hoor. Oh. Oh, nou. Oh, mooi, bedankt. Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away. This year, to save me from tears, I gave it to someone special. Bijaard. Die heeft werk gehad in dit nummer hoor. Last Christmas. Oh, jij leidt. Nee, nee. Oh, dan leid ik. Nee, is goed. Stel je, au, je hebt je schoenen nog aan. Au, weer. Ja, geef niet. Kun je ook zo inrollen? Nou. Sorry. Met die naald zwong ik meteen, zeg. Ik heb mijn schoenen. Het is toch al die wat? Hier, zo zeg. Zit er nog net geen stalen nog op? Soepel. Die telefoon uit de bak met cd's is onderhand wel opgeladen. Nou, ik zou zelf ook wel even aan de oplader willen, maar daar hebben we nou eventjes geen tijd voor. De telefoon is echt, hij is echt opgeladen. Ja, echt opgeladen. Ja, en op de achtergrond van deze smartphone is iets te zien dat wij al heel vaak in de escape room hebben zien staan. We hebben het er ook al vaak met elkaar over gehad. Het is namelijk de kluis. De kluis. De kluis! De toegangscode van de telefoon. Zal ik gewoon 4x0 proberen? Ja, ja. Dat is niet goed. 1609.
Die hebben we ook al een keertje binnengekregen. 1609. Is ook niet goed. Oh, en gewoon 1, 2, 3, 4? 0404, 4 april. 4 april hebben we aan de hand van de verjaardagskalenders ook niet goed. Gewoon 1, 2, 3, 4? Ja. Oh, de iPhone is 1 minuut geblokkeerd. Ah, nee. Ah, shit. Oh, natuurlijk. Oh, ja, natuurlijk. Ik probeer eerst 1007. Ja, dat zou ik doen. Ja, dat is goed. Oh. Lekker, dat is mooi. Oké, er is een recent filmpje van 51 seconden en het heeft te maken met de kluis. Zal ik hem meteen afspelen? Ja, laten we luisteren. Ja, ik hou hem bij de microfoon, ja? Ja. Wat zie je? Een hand die aan de kluis rommelt. Jongens! Hey, hey Menno! Hi. Menno! Hoe is het in de QSK Pro? Nou, wel oké, eigenlijk hoor. Ik heb hier iets wat jullie naar alle waarschijnlijkheid heel hard nodig gaan hebben. En ik heb al even gekeken in jullie winkeltje. Want we moeten het niet te makkelijk maken. Dus ik ga dit op een goede plek verstoppen. Hij is in de escape room. Het is niet de meest voor de hand liggende plek. Sterker nog, het is eigenlijk een hele gekke plek om deze sleutel te verstoppen. Maar ik heb iets gevonden. Het gat zat er al in, hè? Ja, dag. Nee, dat meen je. Hij heeft een kerstman gevonden en daar verstopt hij de sleutel nu in. En die kerstman, daar rent Domi nu naartoe. Zo. Beetje smeer aan. Dit zijn video's van Menno, die hebben we nog nooit gezien. Nou. Ja? Hey, succes! Jij gaat nu in het achterwerk van de kerstman. Ga je in het kontje van de kerstman. Oh, die kerstman, die hebben we al zo vaak zien staan. Daar is die. Er zit een sleutel, sleutel in. We gaan naar de kluis. Domien en Marieke, Mattie is eventjes lekker gaan liggen. Die is ja, er zo. Vroeg op, vroeg op. Vroeg op, tuurlijk. We moeten ook even rust pakken, anders ben je niet scherp meer. Maar jullie staan bij de kluis. Ja, dit kluisje, dit is wel een gek kluisje hoor. Want die staat in een rek, in zo'n voorraadrek, wat we in ons magazijntje, ons kantoortje hebben. Alleen, ja, ik zeg wel staat, maar hij hangt aan de muur. Ik weet niet wat dat betekent. Misschien helemaal niks, misschien wel iets. Dat maar, kluisje zit inderdaad echt muurvast. Dat kluisje zit helemaal vast aan de muur. Zullen we het openmaken? Ja, ja, we hebben de sleutel. Ja. Ben nu benieuwd. Nou, ik hoop okay, dat het lukt. Die is open. Ja. Daar gaat hij. Oh, pas op. Mega breekbaar. Staat erop. Ik haal er iets uit. Oh, dit is... Maar wat zie je nu? Nou, nog niks. Heel veel bubbeltjes plastic. Bubbeltjes in elk geval. Met daarin iets. Dat dus oh, er valt nu iets uit. Oh, dit is... Oké, okay, briefje mega breekbaar. Voorzichtig daaruit. Ja, dan moet je het mij misschien niet laten zien. Echt zo'n klein kluisje. Oh, er zitten twee pakketjes in. Twee bubbeltjes plastic pakketjes. Best wel zwaar ook. Wacht, we gaan even heel voorzichtig naar het bureau in het kantoortje, Kai. Het lijkt kunststof, als ik het zo vast heb. Oké. Okay. Het lijkt iets van kunststof. Oh, ik heb denk ik een vermoeden waar dit bij zou kunnen horen. Kai, kun jij je nog herinneren dat jij een paar dagen geleden, voor mijn gevoel, het zal wel gisteren geweest zijn, iets van triplex hebt gevonden in het magazijn? Een soort triplex. Ja. Dat ligt op het bureau waar jullie nu staan. Een soort triplex bouwplaatje. Nou, wat wij hier nu hebben gevonden hoort daar denk ik bij. Want dit zijn... Ja, het is misschien wel een soort triplex 3D geprint doolhofje dat we moeten bouwen. Het lijkt wel Lego Masters. Nee, het is de escape room, denk ik. Toch? Ja, laten we niet alles door elkaar gaan halen. Het lijkt inderdaad alsof het een soort van bouwplan is van de escape room. De escape room. Daar lijkt het meest op, als ik het nu op eerste oog zie. Maar dit is de vierkante kamer waar we nu staan, dan de rechthoekige kamer waar Kai in zit nu. Oh ja, maar zit er niks verder van een briefje bij of een aanwijzing of iets wat moet gebeuren? Nou, of, Kai, de vraag stellen is een beantwoorden. Ja. Wij er hebben... zit een hele groot rood blok bij waar de foto van Mattie op staat. Dat is toch ook gek? Hé? Een soort van strijkijzertje is het. Ja, ik denk dat we dit als een soort bouwpakket in elkaar moeten zetten. En als dit niet lukt, moeten we misschien Ruben Nicolai van Lego Masters vragen. Ja. Wacht, ik heb in elk geval één muurtje alvast passend, ja, Domien. Je... Klopt, okay. Verder zit er niks in. Nee, en, ja, pas op, mee gaan breken. Kai, ik zie nu ook... Ik denk als we dit bouwplan in elkaar hebben gezet, dan wijst de pijl... Want ik heb een pijltje gevonden op een van de wandjes die we in elkaar moeten zetten. Ah. Wijst een pijl naar iets in de muur... waar we iets uit moeten halen, denk ik. Oké. Gaan jullie daar even naar kijken? Gaan jullie daar even mee aan de slag? Zeker. Met dat bouwplan? Ja. Dan wens ik jullie heel veel succes daar eventjes. De sleutel opent een kluis waar een maquette van de Q Escape Room in zit. Misschien moet ik zo meteen wel in een gat en verdwijn ik gewoon. En dan was het dan. Dan ben jij eruit. Ja, dan zie je gewoon twee voeten hoor je. En dan hoor je treurig muziekje. Is Mattie een helderziende of heeft hij last van tunnelvisie? Ja. Oh, goeie. Die stuk hebben we op de plattegrond van de escape room gelegd. Ja. Dat was er te zien. Ik heb het nog niet gezien. Nou, dan krijgen we eigenlijk een soort miniatuur van de escape room.
Daarbij hoort, ik noem het maar even een baksteen. Een plastic baksteen. Met daaraan zit een hendel. En op die baksteen staat mijn gezicht. Maar ook echt alleen mijn gezicht. Ja, het is heel gek. En wat staat er verder nog in de miniatuur escape room, Do? Nou ja, wat je dus ziet is een pijl naar een soort raampje. Naar een gat in de muur. En die pijl, als je die zou vertalen naar de echte escape room. Dus naar de ruimte waar ik nu in sta. Dan zou dat wijzen naar iets achter de kast of zo. Ja, dat zou kunnen. Dus, okay. Maar goed, ik stel voor dat we dat zometeen even met z'n drieën... of dat jullie met z'n tweeën of met z'n vieren even aan gaan pakken. Ja, mag ik iets proberen, jongens? Ja. Ik denk namelijk, gezien die miniatuur van de escape room... hier staan twee kasten tegen elkaar aan. En ik denk dat we één gedeelte van de kast opzij moeten schuiven. Maar wijst de pijl naar die plek? Ja. Daar wijst de pijl wel naar. Als we alle ordners uit de kast halen, dan zien we niet een gat in de muur. Terwijl de miniatuur die we in elkaar hebben gezet, wijst naar een gat in de muur. Wacht even, je hebt al die ordners al weggehaald nu? Nee, nog niet. Dat kunnen we wel eerst doen. Dat zou ik gaan doen, want je kijkt nu tegen allemaal ordners aan, toch? Oké, we halen nu alle ordners uit de kast. Daar hoor je niks van. Oh. Zou ook deze plantenbak zou ik dan... Ja, even weg. En we gaan nu proberen de kasten van elkaar af te schuiven. Ja. En dan hoop ik dat er een soort Narnia ontstaat. Eén kast moet weg voordat we de kast ter kasten weg kunnen schuiven. Oké, er is nu één kast weg. Het is niks. Nee, oké. Oké. Maar dan moet dit het wel zijn. Dan moet er een soort van... Ja. Wat zie je? Een luik. Ik zie een luik. Een luik? Ja, ik zie een groot luik. Van bijna 1 bij 1 meter. Sorry, voordat we dit gaan doen, voordat het alarm afgaat, mag ik één... Kijk, ik weet niks, hè. Jullie zien het. Ja. Mag ik voorstellen dat Matty dit gaat doen? Ja. Want Matty zijn hoofd zat in de puzzel die we net hebben opgelost. Ja. En ik ga het nu proberen open te maken. Het is... Het zit goed vast. Oh ja, maar ik zie wel al een beetje lichter van achter komen. Toch, Narnia? Ja. Oh jeetje. Wow, wat is dit? Wat is dit? Wat is dit, man? Wat zie je? Oké, ik zie een ruimte. Het is helemaal donker. Ik zie een soort tunnel. Hoe ben je met kleine ruimtes eigenlijk? Ja, verschrikkelijk. Ik vind het echt verschrikkelijk, want ik weet niet hoe lang... Zal ik erin gaan gewoon? En namens ons, succes en veel plezier. Misschien kom ik nooit meer terug. Ja. Nou, zit jij zo meteen thuis? Dan was dit het. Nou. Dan hoor je straks in één keer zo... En dan ben ik weg. Dan wil ik wietsen, misschien wil hij terug. Okay. Batty, kruip er even in. Neem even je tijd. Op voor je rug hier. Ja. Oké. Ik ben erin, jongens. Het is zo donker daar. Het is aardedonker. Het is helemaal aangekleed, nogmaals, Domien. Met allerlei bladeren, herfstbladeren. Niet het luik er weer op doen, hè? Nee. Oh nee, het luik gaat... Nee! Oh, het luik gaat wel dicht. Nee. Er valt een soort triplex plaat achter Matty dicht. Nee. Matty, dit deden zij echt niet. Dit hebben wij niet gedaan. Jouw luik valt dicht. Nee, dit is een geintje, toch? Nee, dit is geen geintje. Nee. Maar kun je... Ja, ik zou zeggen, ga vooruit dan. Zo, maar dit is echt Agilex, jongens. Want ja, het is hier aardedonker. Ik zie niks. Ik ga kruipen gewoon. Ik weet niet waar ik uitkom. Maar het is niet lekker, want... Het is op de tas. Wat voel je? Ik voel bladeren. Matty, kun je nog herinneren dat we hier in het magazijn in de escape room... een foto hebben gezien met 5 dieren erop. Ja, ik denk dat dit die 5 dieren zijn. Jongens, dit is... Ik ga even... Ik denk even logisch na. Ik zit ook helemaal tegen het plafond aan. Matty en Marieke en Kai, willen jullie terugkomen? Ja. Want wij kunnen namelijk meekijken op het scherm hier. En mijn ogen zijn niet zo goed. Dus ik zie niet wat er gebeurt. Maar Matty heeft een camera. Wij kunnen naar Matty kijken hier. Wij kunnen denk ik Matty helpen. Lijkt wel. Nachtopnames van Freek Vonk. Ja. De wondere wereld. Oké, ik ga even aan de andere kant van het luik roepen. Dan vraag ik kunnen wij hem helpen dingen laat zien voor hem. Aan de camera, ja? Iets naar beneden houden. Hoor jij Kai? Ja. Nee, ik hoor Kai niet. Iets naar beneden iets houden. Iets naar beneden. Iets naar beneden. Een rat lijkt een rat. Matty, hoe gaat-ie? Ja, nou, op zich best wel goed, Domien. Ik ben eraan gewend dat ik in een kruipruimte lig. Ja, dat lig je. Helemaal aangekleed met bladeren. Er zijn hier junglegeluiden. Er is alleen één ding aan de hand. Kijk, ik lig in een soort van langwerpige tunnel. Van, ik denk, 1 meter of 3. Ja. Die tunnel die maakt na 3 meter een afslag naar links. Ja. Daar is het echt aarde. Matty, je moet daarheen. Ja. Je moet daarheen. Dat zien wij nu op het beeld. Je moet daarheen. Je moet naar links.
Oh, je moet verder kruipen. Daar heb ik echt helemaal geen zin in. Maar wij wel. Ja. Kruip gewoon verder, jongens. Ik heb het idee dat ik straks in Alkmaar een put uitkom. Maar... jongens, kan iemand mij helpen? Want waar zie je dat dan vanaf mij? Nou, wij krijgen... Dat weet ik niet. Je komt zo meteen in een ruimte terecht die zo van een hoek is. Ja. Zeg maar in een hoekige kamer. Een vierkante kamer. Ja, daar ben ik nu. Ja. Er zijn twee muren. Aan de linkerkant denk ik... Dat is een muur met getallen. Aan de rechterkant is een muur met letters. Die muur met letters aan de rechterkant, die hebben cijfers. Wij zien de cijfers 25 tot en met 40. Ik denk dat wij een zin moeten maken of een woord moeten maken met deze. Ik ga het opschrijven nu. Oh, ik zie jou bijna in beeld komen, denk ik. Mattie? We zagen nu weer net een andere hoek. VNTL. Maar Mattie, zie... Ja, we zien jou in beeld komen, Mattie. Waar zie je mij in beeld komen dan? Vanuit welke hoek? Wat zie je? We zien jou een beetje linksonder. Als jij nu... Hoe zie... Vanuit welke hoek? Ik steek nu mijn hand op. Ga wat naar rechts. Daar heb je meer ruimte. Echt veel ruimte daar. Ja, je zit nu eigenlijk in het midden van het shot wat wij zien. Oké. Okay. Maar je kunt nog wel wat naar je kunt nu wel nog wat naar voren, zeg maar. En ik denk dat jij hier op zoek moet naar licht. En je hebt ook echt heel veel ruimte boven je. Ik heb opgeschreven wat hier te zien is. Ja, zie je? En volgens mij kun je staan. Ja? Je kunt makkelijk. Doe maar. Ja. Makkelijk. Had ik niet gedacht, maar je staat... Steek je handen maar boven je hoofd. Kijk, zie je? Sta, joh. En Mattie, het is pikken donker bij jou. Oh, ik doe zoiets doms, Domien. Wat doe je dan? Ik ben gaan staan. Kennelijk is deze ruimte groot genoeg om te gaan staan. En ik voel een richel. En ik begin in die richel te voelen. En er staan letters op, die richel. Ja. Uitgesneden letters. En ik rats al die letters eraf, zo van die ga ik meenemen naar buiten. Maar ik kan eerst beter even voelen wat het woord is dat die letters even... Dat zou lekker zijn, ja. Oké, ik ga ze even hardop noemen, ja? Ik heb ze... Maar wij zien ze ook. Wij zien ze. Oké. Okay. En die letters heb ik net allemaal op kunnen schrijven. Dus dat scheelt. Hou nog heel eventjes je handen bij je, want ik heb ze nog niet allemaal op kunnen schrijven. Oké. Okay. O, T, A. Denk je niet dat je eerst moet... Ik weet welke letter bij welk cijfer correspondeert. Wacht even. Nee, oh. Op de linkermuur staat namelijk... Oh, god. Oh, nee, wacht. Oh, wat is er? Wacht. Naar links, ja, links van jou staan allemaal cijfers. Ik denk dat wij jou de letters van rechts in beeld die wij zien... Ja. Bij die dus de letter van 24 moet bij 24. Ja. Daarnaast staat 12. De letter van 12 moet naar 12. Het is een soort van 2 voor 12. Of hoe heet dat programma? Okay. Ja, maar we're fucked nu. Marieke, heb jij al opgeschreven wat daar op die rechtermuur stond? Ja. Met die getallen ook? Ja. Dat denk ik wel. Heb jij die bovenste regel? Ik heb die onderste. Ik heb ook de bovenste regel. Oké. Okay. Kai en ik hebben alles overgeschreven. Maar Mattie, blijf vooral daar. Blijf vooral daar? Ja, het is hartstikke gezellig hier zonder jou. Avondeten, wat moet ik doen? Nee, ja, weet ik niet. Maar er is een reden dat jij daar bent. Ja, maar ik heb alle letters al op de grond gelegd. Dat maakt niet uit. Nog niet alles. Dus wat er nog niet is gevallen, laat dat please nog eventjes staan. Dat is de linkermuur. Ah, ik check het. Ja, oké. Okay. En wat voel je daar? Ik voel daar een richel. Oh, te gek. Daar hadden dan die letters op moeten, denk ik. De letters en cijfers op de muren vormen een zin. Marieke en Kai gaan aan het werk. Ik denk dat ik nu alle letters heb. Mattie komt terug terwijl Marieke en Kai de letters op de goede volgorde zetten. Groeten van. Groeten van zal het zijn. Groeten van Vincent en Noël uit Anna Palona. Maar wie zijn deze mensen? We hebben niet normaal. Echt duizenden berichten binnengekregen van mensen die hebben meegepuzzeld. Dit zijn twee puma's. Ik weet niet wat ik hiermee moet nu. Het enige waar ik dan nu aan denk is de puma's. Ik zie vaak ook de naam van Thomas Akda voorbij komen. All Stars, daar speelt hij natuurlijk in. Zit jij dan nu wat meer op het spoor van de puma's? Of ga jij voor Akda en de Munnik omdat zij deel uitmaken van de puma's? Nee, dat zou ik te makkelijk vinden. Dat we een doosje cd's uitpakken en dat een Akda en de Munnik de kapitein deel 2 is. Ja, dat is gewoon te makkelijk vinden. Dan hoef ik niet een hol in met 16 ratten. Hey, maar natuurlijk niet gewoon. Zij maakt het verschil. Zij maakt het verschil. Hij heeft gewoon op nummer 1 gestaan. Dat weet ik, maar daar hangt een houten hart. Ja, ga voor houten hart. Ja. Ga gewoon voor houten hart. Maakt zij het verschil? Het is tijd voor de laatste ontsnapmogelijkheid van vandaag. Ja, het is weer zover. We mogen namelijk gaan bekijken of we naar buiten mogen zometeen. Ik denk het niet. Ik denk dat we gewoon heel eerlijk moeten zijn. Dit wordt hem niet. We slapen hier nog een nacht. Ja. We eten hier nog een nacht. Het wordt hartstikke gezellig nog een nacht. Maar we gaan hier niet uit. Maar eet je altijd 's nachts? Ik eet 's nachts. Dat hoor ik dus. Ik eet door 's nachts. Ah. Een beetje afeten nog voordat ik naar bed ga. Mattie, ben je er klaar voor? Ben je er helemaal uit inmiddels? Ja. Okay, nou, laat het gaan checken. Jullie mogen nu de muzikale code doorgeven.
Mattie. Dit is te lang om samen te vatten, maar er zijn heel veel signalen die wijzen in de richting van Thomas Agda, dan wel Agda en de Munich. En de laatste richting was de richting van de Puma's. Ik heb even gekeken naar het repertoire van de Puma's. Je denkt meteen aan Mijn Houten Hart, maar ze hebben nog een ander liedje. Dat heet Zij Maakt Het Verschil. Dat heeft op nummer 1 gestaan in de top 40. Ik heb een soort van second thought gehad. Ik vul in, als we het dan toch over de Puma's hebben, Zij Maakt Het Verschil. Marieke. Wat vind ik dat spannend dat je dat doet, Patty. Ja, ik zit echt te kijken, wat doe je nu? Ja, okay. Omdat ik vind het spannend. Ik vind het, ik heb verder geen oordeel over. Nee. Als jij dit wil invullen, dan vullen we dit in. Ja. Ja. Dat is ook zo. Ja, we worden heel boos aangekeken. Nee, dat was een 3-1. Nee, ik ben helemaal niet boos, maar dat jullie zo verschrikt zijn van zij maakt het verschil. Nou, vooral omdat als het dan over de Puma's gaat, en er hangt een houten hart in de etalage. Er hangt geen houten hart in de etalage. Marieke, jouw keuze. Nou, die van mij die hoeven niet meer te beargumenteren, jongens. Want dat is al vanmorgen al helemaal goed gegaan. ABBA, Thank You for the Music. Domien. Ik ben leeg, ik weet het niet. Ik heb net de Q-app nog een keer gerefreshed. Ik zag een bericht van Dirk binnenkomen. Dirk, dankjewel, want ik ga voor Jason Derulo en Trumpets. Kai. Ja, en ik ga verder ook niet al te veel woorden over vuil maken. Dua Lipa, Don't Start Now. Alle antwoorden zijn ontvangen. De muzikale code is... niet gekraakt. Oké. Oké. Er zijn twee antwoorden goed. Ja. Oké. Okay. Ja, dat is geen verrassing. Nee. Nee. Dat is geen verrassing. Ik ga slapen hier vanavond, jongens. Ik ga steeds meer meekleuren met de omgeving hoe langer ik hier zit. Als ze tegen de muur staan, dan zie je denk ik een floating head. Blijf 5 minuten staan, dan vergeten we je. Ja. Hé, hey, er zat van alles in jouw kont, hè? Wist jij dat? Ik sleun een beetje tegen je aan, maar er zat iets in jouw kontje. Er zwemt al. Daarom kijk je zo bedrukt. En dan verschijnt er een kerstengel. Ik wilde net zeggen dat nu wij niet meer praten van Pommeling Thijs en Jaap Rees ons liedje is. Maar er gaat nu een alarm af. Wat gebeurt er? Dat weet ik niet. Kan iemand even... Ja, daar komt... Davina Michel loopt hier buiten de escape room. Hey. Hoe gaat ie? Hoi, Davina. Hi. Trekken jullie het nog een beetje naar binnen? Nou, ja, het gaat best wel aardig. We hebben volgens mij ons goed neergelegd bij het lot. Dat we dus nog een hele avond hier zitten. En nog een hele ochtend. Dat we morgen om 7:15 pas weer iets mogen proberen. Maar wat leuk om jou hier te zien. Ja, maar het is toch gezellig. Het lijkt me toch gezellig met z'n vieren een beetje erbinnen, of niet? Nou, het is ook wel gezellig. Het is ook wel gezellig. Maar op een bepaald moment wil je naar huis. Ja, ja? Is het zo erg? Na zo'n punt komt toch. Ik kom heel even dichterbij. Ja. Het is namelijk ook gewoon een ander mens wat je even ziet. Hè? Ja, dat is waar. Hallo Davina. Er zit gast tussen. Hallo. Hé, maar Davina, je bent hartstikke druk toch? Ik zag jou, wanneer was het? Maandagavond. Ik ben een beetje besef van tijd. Ben ik kwijt dat jij gaat het heel tof doen in december. Zeker weet. Nou ja, vrijdag gaan we een livestream doen. De My World livestream. Dus dat is wel even ontzettend spannend. Zijn we druk mee in de voorbereidingen. Maar ik dacht, ik moet jullie even opkomen zoeken toch? Ah, sorry, je hebt twee dagen geleden heb je dat aangekondigd. En nu sta je hier omdat je even tussendoor nog wat leuks wilde doen met ons. Jawel. Wat heerlijk. Even de hart onder de riem steken. Ja, wij zijn echt van het open deuren beleid. En echt, bij ons is iedereen altijd welkom. Maar deze deur kunnen we dus niet open doen. En het voelt super bits. Ja, ik vind het ook een beetje jammer. Maar ja, ik dacht al wat een beetje aso dit. Maar wat kom je doen? Ja, ik wou net zeggen. Wat denken jullie dat ik kom doen? Heb je iets? Heb je een hint? Kom je zingen? Of een hit? Ik heb iets voor Domien. Eindelijk iets voor jou. Ik heb iets voor Domien. Ik mag niet zeggen, ik weet trouwens ook niet hoe of wat. Maar ik ga iets voor je achterlaten. Als ik wegga zo, ga ik iets voor je achterlaten. Hier. Daar op die ton op de plein. Dus we kunnen er alleen maar naar kijken. Je kan er naar kijken, je kan er niet aan ruiken, je kan er helemaal niks. En ik ga jullie voor nu heel veel succes wensen. Heel veel sterkte. Ga niet zingen. Nee, ik ga niet zingen. Nee, dat komt binnenkort weer. En ik wens jullie... Nee, helemaal in de war. Jammer, hè? Niet weggaan. Ik wil zo graag dat je blijft. Weet je, als ik morgenochtend heel vroeg wakker word, dan denk ik dat ik dit gedroomd heb. Er stond ineens een vrouw voor het raam. Ja, precies. Nou, maar Mies, wat leuk dat je er was. Nou, super lief. En heel veel succes. Ik hoop dat ik aanstaande vrijdagavond naar je kan gaan kijken via davinamichel.nl of .com. Dat ik in ieder geval ergens thuis de tijd heb om in je streampje te kijken. Nou, ik hoop het. Het zou super leuk zijn. Good luck. Ja, dank je. Hoi. Doei. Dag. Ik ga het neer.
doorzetten natuurlijk. Wacht. Ja, maar ik kan dus niet zien wat er nu gebeurt. Nee, wacht even. Oké, ze heeft een tablet vast, zie ik. Ja. 16 uur, 25 minuten en 40 seconden. Het is een klok die aftelt. Maar die klok telt... Nee, telt die af? De klok telt af, maar daarvoor is nog een ontsnapmogelijkheid. Ja, daarvoor. Dus dan gaan ze er eigenlijk al vanuit dat we er morgen vroeg niet uit zijn. Of in ieder geval Davina denkt dat we er morgen vroeg niet uit zijn. Nee, maar naar welk moment telt dit dan af? Misschien moeten we dat eens even uitzoeken. Want deze klok telt af 16 uur, 25 minuten en 14 seconden. Als het morgen 7:15 is... Voor de ontsnapmogelijkheid. Ja, en we weten niet wat het is. Dan zitten we er dit jaar officieel langer in dan de vorige keer. Ja. Ja, dat klopt. Morgen is het alweer tijd voor dag 4. Puzzel mee en help de DJ's ontsnappen. De Q Escape Room. Gisteren eindigde de Q Escape Room met een bezoek van Davina Michelle die een aftelklok achterliet. Een gangenstelsel dat hint naar twee puma's. En Kai die uit pure wanhoop er maar bij is gaan liggen. Aan het begin van dag 4 weet Mattie het ook allemaal even niet meer. Ja, ik weet het echt niet. Ik vind de puma's, ja, alles wijst erop. Het zou gek zijn om het te ontkennen. Maar ik vind ook, we zitten in een escape room. Worden we dan zo letterlijk naar twee puma's geleid? Ik denk dat de puma's met houten hart, als ik zou mogen inzetten voor jou, zou ik dat doen. Nou, ik ga er nog eens even over nadenken. Zijn jullie er klaar voor, buddies? Ja hoor. Zouden er drie goed kunnen zijn? Het kan, hè? Het kan echt. Ja. We gaan het checken. Jullie mogen nu de muzikale code doorgeven. Mattie. Ja. Ik zit dus nog even op het spoor van de puma's. Gisteren was zij maakt het verschil niet goed. Goh. Dus ik ga die andere pakken. De puma's en mijn houten hart. Marieke. Het behoeft geen uitleg meer, want we weten zeker dat deze goed is. Abba, thank you for the music. Domien. Buiten staat een tablet af te tellen naar een moment op deze dag, naar 10:43. Denk ik, denken wij. Het zou ook iets anders kunnen betekenen. Maar tot dat moment heb ik eigenlijk geen enkele aanleiding om iets anders te denken dan laat ik wachten op 10:43. En tot die tijd, nu moet ik iets zeggen. Dus ik ga voor een liedje dat al langer in mijn hoofd zit en dat is Harry Styles met Watermelon Sugar. Kai. Ik zou bijna willen zeggen, ja, we weten het nou wel. Het is Dua Lipa en Don't Start Now. Alle antwoorden zijn ontvangen. De muzikale code is niet gekraakt. Oké. Er zijn drie antwoorden goed. Wow, Mattie! Ja, dan is het toch mijn houten hart. Yes! Jongens! Een collega breekt in met de eerste hint van vandaag. Hey. Oh, Kai, iedereen erbij? Oh. Ja, ik ben jullie quizmaster. En met die quiz kan een van de Q-escapers een hint verdienen. Wie van jullie kan er nou wel een hint gebruiken, jongens? Ja, ik denk dat ik dat wel ben, Joost. Ik heb gewoon geen idee. Ik heb hier allemaal prachtige doosjes met daarop één voor één jullie namen. Hier bijvoorbeeld een doosje van Kai. Prachtig ingepakt. En ik denk dat dit is hem. Dit is het doosje van Domien. Dat betekent dus, want wij krijgen allemaal dezelfde vraag van jou, Joost. Dat wij dus foute antwoorden opschrijven, bewust, zodat Domien de winst heeft, hè? Komt vraag 1. Luister goed. Wat is de Engelse titel van de Netflix-serie La Casa de Papel? Sorry? Wat is de Engelse titel van de Netflix-serie La Casa de Papel? Ik weet het antwoord. Mag ik dat dan ook zeggen tegen Domien, of niet? Mogen overleggen? Ja, je mag overleggen. Wat ja. is dat dan? The Money Heist. Weet jij dat? Nou, dat weet ik gewoon. The Money Heist. Ja, naar de ik ga dan voor The Money Heist. Oké. Antwoord van Domien. Marieke, wat heb jij opgeschreven? The Crown. Oh, The Crown. Leuk. Ja. Mattie, wat is jouw antwoord? Toen was geluk heel gewoon. En Kai, wat heb jij opgeschreven? Het opene riool. Nou, dan kunnen we toch stellen. Domien, luister goed, want dan komt de volgende vraag. Vraag 2. Wat is de voornaam van de Britse Formule 1-coureur en zevenvoudig wereldkampioen Hamilton? Jopie. Jopie Hamilton. Jopie Hamilton. Daar gaat hij. Marieke. Joost. Joost Hamilton, leuk. Ja. Nou, doodje dan. En Lewis Hamilton. Heel goed. En dan is daar ook Kai natuurlijk. André. André Hamilton. Domien. Wederom, hartstikke goed. Dit is de million dollar question waar het hier vanavond om gaat. Oké.
Hoe noem je iemand die ritmisch op een beat een rijmende tekst voordraagt? Ja, violist. Een violist natuurlijk. Marieke, wat heb jij opgeschreven? Kiki. Kiki. Waar het hart vol van is, hè? Zo is het. Kai, wat is jouw antwoord? Ik denk een schrijnwerker. Sorry, een? Een schrijnwerker. Een schrijnwerker, oh ja, oké. Okay. En, nou ja, goed. Domien, wat is jouw antwoord? Ik ga voor een rapper, yo. Je gaat voor een rapper. Dat is natuurlijk een stukje. Oh. Ja. Lekker. Dit is echt. Op welke datum kom je uit 2 dagen voor de start van de meteorologische zomer? 19 juni. Ja, 25 december natuurlijk. Ach, enig. En Marieke? Je komt dan uit op vandaag. Vandaag, oké. Okay. Kai, wat zeg jij? 4 april. En Domien, wat is jouw antwoord? Ik ga voor 2 dagen min 21 juni, dus dan kom je uit op 19 juni. Nou. In welke stad staat de Space Needle? Detroit? Nee. Houston? Space Needle. Ja, ik zou denken aan iets van Houston. Space Needle staat in Almere buiten. Er zijn weinig mensen die het weten, maar Little G staat er onbekend. Oké, Kai, wat zeg jij? Gouda. Gouda. Wat leuk, daar kom ik vandaan. Ja. En Domien, wat is jouw antwoord? Ja, ik ga voor Houston. Houston. Niet goed, hè? Domien. Ah, het is niet goed. Waar staat hij dan? Seattle. Wat is het beroep van Semaphore, het verstrooide baasje van hond Dommel uit de populaire tekenfilmserie? Uitvinder. 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 Ja. Semaphore is groenteboer. Oké, Marieke, wat zeg jij? Ik ben nog even op het laatst gewisseld, want ik dacht opeens, hij is baas van het RIVM. Zo ziet hij er wel uit. Het is wel de Jaap van Dissel van zijn generatie. Ja. Kai? Stucador. Is hij. Stucador. Heb je Semaphore. De Stucador. Met zijn vriendje Dommel. Juist. Hey, en Domien, wat is jouw antwoord? Ik ga voor Uitvinder. Je gaat voor Uitvinder, professor. Het is hartstikke goed. Ja, jongens. Hey, goed gedaan. Daarmee komt Domien op een totaal van 5 punten. Nou, goed hoor. Keurig gedaan. Yes. Domien, dit doosje komt naar jou toe, Domien. Dankjewel, Joost. Joost stelt vragen, onder andere over Lewis Hamilton en de Space Needle in Seattle. Daarmee komt Domien op een totaal van 5 punten. Nou, goed hoor. Keurig gedaan. Yes. Domien, dit doosje komt naar jou toe. McLemore komt uit Seattle. Ryan Lewis is zijn vaste producer. Lewis Hamilton. Domien is on fire. Luisteraar Suze vermoedt ook dat zijn theorie klopt. We hebben zojuist een quiz gespeeld onder leiding van onze collega Joost Winkels. Die hoor je iedere avond tussen 10 en 12 op Q-Music. En uit die quiz zijn verschillende antwoorden gerold. Toen had Joost gezegd, onze quizmaster, niets is wat het lijkt. Dus wij wisten ook wel, ja, die antwoorden, die vragen, dat moet iets zijn. We gingen al zelf een beetje borrelen in ons kopje. En toen kregen we een appje van onder andere Suze. Goedemorgen, Suze. Goedemorgen. Oh, mogen we alvast even dankjewel zeggen. En eigenlijk is het applaus voor iedereen. Even echt voor iedereen. Want dank jullie wel dat jullie ons zo goed helpen. Jij hebt de antwoorden die Domien net heeft gegeven. Ja, prachtig aan elkaar gebreid. Ik zou zeggen, neem het podium. Ja, nou ja, ik heb wat speurwerk op Google gedaan. En ik was eigenlijk, kon ik het vrij snel vinden. Het komt namelijk allemaal neer op Macklemore. Hij is namelijk geboren op 19 juni. Bingo. Hij is geboren in Seattle. Seattle, bingo. Hij heeft samengewerkt met Ryan Lewis. Lewis, hebben we hier. Hij is onder andere rapper. Rapper, yo, hebben we ook. Hij komt een muziekcarrière onder de naam Professor Macklemore. De Professor hebben we ook binnen. Ja. En hij heeft een album genaamd The Heist. The Heist. The Heist. Super. Super. Hey, maar dan nu. Jij hebt met de winst van de quiz, Domien, heb jij een doosje gekregen. Ja. Zullen we hem openmaken om te kijken of het bevestigd kan worden? Of dat het misschien gaat leiden naar welk liedje we dan zoeken? Gaat het deksel van het doosje. En dan vind ik daarin een cd. Huh? Oh. Een cd? Nou, daar hadden we nog niet genoeg van. Nee. En een brief. En een brief. Oh, wat leuk, jongens. Hé, wat leuk. Ach. Oh nee. Dit trapt alles weer onderuit, voel ik. Mat, gooi jij eens even de Voxpro schuif omhoog en druk eens op play bij de Gerda-file. Eens even kijken. De Gerda-file. Zal ik op gewoon de play drukken? Ja. Oké. Okay. Ach. Oh. Ik heb hier namelijk op de brief staan. Het is een A4'tje. Ja. De handgrepen van de saxofoon. Van dag 1. Oké. Ja. Daar kwam dit uit. Ja. Nu heb ik een cd gekregen. Dan ga ik even weer terug naar de cd-speler. Dan ga ik op play drukken. En dan horen wat het had moeten zijn. Maar ik heb inmiddels een beetje een idee. Oké. Okay. In Thrift Shop zit een heel duidelijke klarinet. Oh.
Oh. Ja, want dat gaat me nu allemaal heel erg snel, jongens. Nee, ja, ik ben er klaar voor. Druk maar op Play-Doh. Huh? Dit is Kent Holders. Kent Holders, ja. Like Kent Holders. Kent Holders. Oh, ja. Hey, here we go now. This is the moment. Dit doet mij aan niets denken. Ja, ik snap dat er niet meteen een lampje ging branden. Dit huh? is Kent Holders. Kent Holders, ja. Like Kent Holders. Kent Holders. Oh, ja. Maar wacht, die klok tikt ook gewoon door. Er gaat iets gebeuren binnen nu en 2 minuten. Ja, juist. Er staat hier buiten een aftelklok. Die hebben we gisteren gekregen van Davina Michelle. En daar staat op nog 1 minuut en 5 seconden. En die telt af. Dus we hebben nog 1 minuut. En dan gaat er misschien iets gebeuren. Gaan aftellen. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Dit geluid kennen we. Iets in die Tweede Kamer, in het magazijn. Printer. Zie iets? Ik zie nog niks in de... Hoe kan dit? Tweede ruimte. Oh, ik zie Joe Stagiair van... Er komt een... Nou ja, wat nou is dit? Nou ja, er komt een kameel de binnenplaats op. Wat is dit nou? Er komt een kameel... What the fuck of is het een... Hij heeft dromedaris. Het is een dromedaris. Jongens, mag ik meteen zeggen wat in me opkomt? In de videoclip van Macklemore en Ryan Lewis, Kent Holders, zit een gigantische dromedaris. Ik wil dit als kerstkaart. Ja, check heel even de videoclip waar het over gaat. Kent Holders van Macklemore en Ryan Lewis in de tussentijd. Maar, ze gaan weer weg. Dit is de tweede hint die we krijgen naar de videoclip. Want we hebben de videoclip bekeken. Ja. Ach jee. Oh, het ruikt hier nu ook een beetje naar dromedaris. Oh, oké, okay, jongens. Grappig. Ik heb zojuist Joost van de show met een enorme dromedaris. Als ik vanuit de escape room. Het is tijd om naar huis te gaan, zeg jij. Het is wel een totale bevestiging. Want, ja, want even los van de dromedaris. Ja. In de videoclip kregen we ook al via de app is een wolf te zien. En er hangt hier ook al dagen een wolvenkop aan de muur. Ja. Met die dromedaris erbij. Oh, wat grappig. Dit is een bevestiging geweest. Macklemore. We zoeken Macklemore. De Q-escapers denken dat ze kerst toch thuis kunnen vieren. Tijd voor een vreugdedans. En toch ben ik nu tering nerveus. Ja. Hopelijk hebben jullie niet te vroeg gejuicht, jongens. We gaan het zien in de volgende ontsnapmogelijkheid. Ik ben zo nerveus. Ja, ik ook. Ik ben net even gaan plassen en ik moet weer plassen. Maar echt een minuut geleden. Ik moet weer. Ja. Oh, jongens. Ja, dit is eigenlijk precies wat we voorspeld hadden. We dachten al de hele ochtend, nou, laat ons het er maar uit dan, als het echt goed is. En nu staan we hier en nu gieren toch weer de zenuwen door ons lijf. Ja, natuurlijk. Ja, het zou ook arrogantie kunnen zijn dat we denken dat we het goed hebben en het is niet goed. Maar nee, volgens mij kunnen we echt met veel zelfvertrouwen zeggen dat we helemaal op het goede spoor zitten. Oké, jongens, we nemen onze positie in. We gaan het checken. Jullie mogen nu de muzikale code doorgeven. Mattie. Ja, zal ik het maar gewoon gaan zeggen? Ik kan er nog een heel lang verhaal van maken. Ja, zeg het maar. Maar al mijn hints de afgelopen 3 dagen... gaan allemaal naar de Puma's en mijn houten hart. Marieke. Voor mijn gevoel weten we het al 3 weken... maar het was volgens mij gisterochtend dat we erachter kwamen dat dit toch echt mijn fragment moet zijn. Maar I've lost track of time hier in de escape room. Maar we weten het in elk geval zeker dat ABBA... Thank You for the Music goed is. Domien. Ik had het zwaar de afgelopen 3-4 dagen... maar vandaag is er dan eindelijk licht in die duisternis gekomen... en dat licht hadden we al veel eerder kunnen vinden. Want afgelopen maandag hadden we al een kleine melodie te pakken... en die melodie... die zou leiden naar het intro dat je kunt horen in de videoclip... bij de keuze die ik nu hardop ga uitspreken. Mijn top 40 hit is namelijk... Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton en Kent Holders. Kai. En stel dat ik nu heel erg ga twijfelen aan mijn track. Ja, dat zou heel erg Des Mattie Valk zijn. Moet dat ik ineens doen. Denk, ik hoorde afgelopen week het Smurfenlied vallen... dat ik nu denk, oh, maar nee, nee... Het staat hier al een tijdje op de krijtmuur hier naast ons ook... waar we alle tracks hebben opgeschreven. Ik ga voor Dua Lipa en Don't Start Now. Alle antwoorden zijn ontvangen. De muzikale code is...
gekraakt. Wat goed! Marieke! Ja! Domien! Jeetje, Mina! Vier! Laten we naar de deur gaan! We gaan naar de deur. We moeten naar de deur, ja. Och! Acht! Oh mijn god! Zeven! Jongens, die deur gaat eindelijk open! Zes! Vijf! Vier! Drie! Twee! Eén! Oh! En daar gaat ie! De deur gaat open! Jongens! En we zijn uit! En er is de Q Escape Room! Dit was het dan, de Q Escape Room 2020. Bekijk hier alle dagen terug om te zien hoe de DJ's ontsnapten. Kan je geen genoeg krijgen van de Q Escape Room? Morgen om 4 uur een nieuwe video met nooit eerder vertoonde beelden. Wat is het hier ook lekker cool. Wat is het, ja, het is cool. Heerlijk buiten. Het scheelt gewoon 12 graden. Ja, dat is echt hoor. De Q Escape Room. Matti, Marieke, Domien en Kai zaten 75 uur opgesloten in de Q Escape Room. Waarom ze niet eerder wisten ontsnappen? Ja, omdat ze niet alleen maar bezig waren met puzzelen. Jongens, ik ben een time capsule aan het maken. Oh. Deze iPad wordt zometeen begraven. En ik hoop dat die pas gevonden wordt in 2100. Wat zou je willen uitleggen als dit in 2100 wordt gevonden, deze time capsule? Nou, wij maken hier radio. Dat radio? Er bestaat niet meer radio. Dat bestaat niet meer. Nee, dat was een... Ja, een medium. En dat was in heel Nederland te horen. Maar in Nederland bestaat ook niet meer. Het is natuurlijk onder water gelopen. Nou goed, mocht je nog wat resten vinden van een podcast, dat was Man, Man, Man. Ja, oh ja, dat podcast. Nou, dat heeft ook niet overleefd. Dat heeft ook maar even geduurd. Ja. Nee, dat was 3 jaar leuk. Dat was een hype. Dat was even een hype was dat. Je lijkt wel op een grootvader op een verjaardag van een kleinkind. Moet ik waarom? Nou, die film ook met een iPad. Ja, zo lijkt het. Inderdaad wel een beetje opa op een verjaardag. Ja. Ja, doe maar. Die kijkt ook altijd zo. Heel hoog. Ja, ga maar zitten. Ja, blaas de kaarsje maar van de taart. Ja. Godverdomme. Kutding. Zo scheidziek van dat kut koffiezetapparaat. Ja. Jongens, kan er iemand alsjeblieft komen kijken naar het koffiezetapparaat of koffie brengen? Ik kan echt wel janken bijna. Nou, laat George Clooney er maar in kunnen kijken. Hé, dat apparaat doet het gewoon hoor. Nee, want hij stond uit. Ja, maar... Nou, ik zet hem aan, hij warmt op, cupje erin. Ja, ik word gek nu ook. Dat snap. Dus als je nog een keer met die deuren slaat om 4:30, zorg dan dat je een goede reden hebt. Want hij doet het gewoon. Lekker bakkie. Wil je er ook nog eentje? Zal ik even eentje? De snoepjes in de auto hebben liggen. Ja. Nee, kijk, ik ben nu natuurlijk op een soort van dieet. En kijk, het is natuurlijk... Nee hoor. Zo gaat het, eucalypta. Sorry hoor. Ik zou een chippy lust of zo. Jij ook? Ja, even een zoutje. Even een zoutje of een knabbeltje. Even een zoutje zou ik ook heel lekker vinden. Oh, even iets. Van die camera die is op de hele tijd alles aan het registreren wat je in je giegel stopt. Wij zitten samen in eetcompilatie. Maar kijk, weet je... Op de maat van zo'n van dat popcornliedje. Tut, 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 tut. Hop, 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 hop. Je hebt de popcorn alweer gevonden, zie ik. De eerste zak popcorn is alweer geopend. Ja. Hop, dan gaan de pastoortje koeken. Zo. Oh, dat toetje is helemaal warm. Ik wacht een beetje op de vraag, wil je kip of lasagne? Ja, wat... Ja. Of zalm, of lekker friet. En wat eten wij eigenlijk? Wat is er? Mag ik dit broodje van jou nog? Ik gooi de mijne wel weg, want ik vond het niet zo lekker. Welke? Ja, dat broodje. Oh, dan neem ik deze sowieso. Vond je dat lekker? Dat broodje? Ja, dan brengt de twijfel aan mezelf. Waanzinnig. Hey, ja, als iemand een taartje niet gaat eten, wil ik het dan laten weten? Nog een taartje? Ja. Jezus, doof. Ik vond het gewoon een lekker taartje. Chips, nieuwe apenkoppen. Nou, wat top. Zure matten en kikkers. Oh, lekker. He. Laat het u smaken. Zure matties, jongens. Hè? Zure matties. Hé, hey, zure matties. Nou, die heb ik vanmorgen gehoord om 4:30, zure mattie. Er staat een snackje bij het luik. Nee! Nou, ja! Yes! Een snack bij het luik! Ga weg! Ach, kijk nou toch. Tomaatjes. Heerlijk. Top. Is het een schaaltje bitterballen of zo, of niet? Nee. Wortels! Hé, maar dat is lekker met hummus. Wortels! Ja, krijgen lekker. We wortels hier? Wat? Wortels! Ik ben zo blij dat hij het zegt. Wortels met hummus! Heerlijk. Ja!
Wat een kutdag. Waar is mijn popcorn? Ben je nou aan het filmen? Hey. Kai, het is pas maandag. Had ik je daar even. Hoe heet het eerste meisje waar Domien mee heeft gezoend met tong? Dat weet ik zelf niet eens. Tien verticaal. Ja, hoe heet de redactie dit? Wat lullig vraag. Je moet daarheen, je moet naar links. Oh, je moet verder kruipen. Daar heb ik echt helemaal geen zin in. Maar wij wel. Ja. Kruip gewoon verder, jongens. Ik heb het idee dat ik straks in Alkmaar een put uitkom. Maar... Ik ben serieus, ik ben die baksteen kwijt. Waar? En het is gek hoor, want ik raak nooit wat kwijt. Is die toch? Ik wil net zeggen, is die toch iets kwijt in de escape? Het is hier niet pluis. Waar kom jij zo laat vandaan? Waarom ben jij er nu pas? We zijn begonnen zonder jou. Dit is toch ook als een meisje voor je deur staat en die kijkt zo. Hoe is het? Hé, maar echt. Wat is er gebeurd? Ik maak het uit. Als iemand dit vannacht naast mijn bed zet, word ik gek als ik wakker word. Zo. Goedemiddag. Het meisje van de ring. Ik heb een kaartje waarop staat the love, the life, the live. Ja. Dat nog eens. Ja, nog eens een keer. Ik weet precies wat je bedoelt. Er staat love, the life, you live. Ja, bon Nathalie. Oh, bon Nathalie. Bon Natal, of niet? Zou dat het zijn? Ja, dat denk ik wel, ja. Hé hey jongens, we houden ons niet aan voor wie welke mic is, toch? Want, nee, dat hoeft ook helemaal niet. Dat is totaal onwerkbaar, hè? Nee, als we gaan tongen straks, dan maakt het allemaal niet meer uit. Nou, die tijd hebben we gehad, Domien. Ja, weet ik. Jezus, je hoeft het niet de hele tijd in te wrijven. Ja, je vraagt er ook heel erg om. Het is al waar. Ik word zo lijp. Ik zag daar een briefje hangen met al die dieren erop. Stond een nijlpaard op. Nijlpaard? Het is Nijlhoorn. Maar nijlpaard is helemaal geen woord natuurlijk. Een nijlpaard. Is het een nijlpaard? Ik dacht, hoe leuk zou het zijn om een soort van... ja, willekeurig één plaat er even uit te halen. Ja. En die dan te draaien op de LP die hier staat. Want er zit me wat tussen. Ja? Ja. Nou, daar gaan we. Ik doe gewoon trickje 1. Oh, nou. Nou ja, dit is nou. Toch hartstikke... Oh. Hier gaan mijn heupjes van bewegen, hoor. Last Christmas, I gave you my heart. But the very next day, you gave it away. Kun je ook zo inrollen? Met die naald. Zo meteen, zeg. Hier, zo zeg. Zit er nog net geen stalen nog op? Ik stond erin. Ik voel zo jouw hak nog in mijn teen. Ik stond ook hard erop, joh. De Q Escape Room. Het principe blijft hetzelfde. Jij zegt stop. Ik pak de plaat die dichtbij is. En dan gaan we maar kijken wat erop staat. Oké, okay, ik heb er zin in. Staat er een man die staat om het open. Jij hebt gekozen voor de grote moppenplaat. Zo is er een professor en die gebruikt bij uitzondering het studententoilet. Aan de binnenkant van de deur is een foto geplakt van een beeldschoon en spiernaakte vrouw. Oh. Naast haar gezicht staat in grote letters... Dit is het knapste gezichtje van de hele universiteit. Oh. Iets lager, op boshoogte, staat iets kleiner geschreven... Dit zijn de lekkerste tieten van Amsterdam. Nou ja. Nog lager, op schoothoogte, zijn de lettertjes zo klein... dat je er haast een vergrootglas van nodig hebt. Ja. De professor buist zich ver voorover en ontcijfert. Opgepast, u schijnt nu onder een hoek van 90 graden. Sorry, dit is wel grappig. De Q Escape Room. Het is gelukt, de muzikale code is gekraakt. De deur van de Q Escape Room is een paar minuten geleden geopend. Lekker zeg. Heerlijk, jongens. Oh. Ja, goed gevoel dit. We kunnen even gaan luisteren naar de wat langere fragmenten. Zullen we dat even doen? Oh ja, leuk. Ja, heel graag. Wordt ook voor ons de eerste keer. Daar komt ie. Dit was de code. Mattie. Oh, mijn hart. Marieke. Ja. Domien.
Ongelooflijk. Ja. Wat goed, hé. Kai. We hebben helemaal niet een goede stukje. We dachten de hele week, dare a fool one. Ja, gewoon, ja, het is dus, are you the guy? Wat grappig. Wat leuk. Misschien wel leuk, we hebben net in ons handgeduwd gekregen de hints. En zal ik die van jou eens voorlezen, Mattie? Ja, leuk. Ja, we kwamen een stapeltje cd's tegen met namen van ex-geliefden. En die verwezen naar cd van jou, cd van mij. Van De Kapitein deel 2, Acta de Munnik. Ja, hadden we. Dat vormde natuurlijk een duo samen met Van Dikhout. En zij waren samen de Puma's. Die hadden we. Jij hebt gisteren in een donkere kamer gezeten. Daar leidde een puzzel met houten letters. Oh. Naar Vincent en Noël. Dat zijn de Puma's in Annapolona. Ja. En in de etalage tegenover de escape room in de platenzaak hangt letterlijk een houten hart. Ja, ja. Mag ik daar dan nog even sorry voor zeggen? Ja. Meer dan oké, Matt. Ik wilde daar echt niet aan. Mariek. Abba, Thank You for the Music. De combinatie van vlaggen op gouden platen aan de muur leidde naar het Eurovisie Songfestival van 1974, waar Abba namens Zweden won. Ja. Bram Krikke droeg in de spiegel een gedicht voor met rijmschema ABBA. Abba dus. Diverse puzzels leverden het telefoonnummer op van Kim-Lian van der Meij, prestatrice van SBS6 Muziekquiz. Thank You for the Music. Ja, ja. Wauw, te gek hoor. Dat was goed gelukt. Ik heb hier de hints van Domien McLemore en Ryan Lewins met Ray Dalton, Can't Hold Us. Gespeeld in het juiste tempo leverde de verzamelde saxofoongrepen uit onder andere het AD de melodie van Can't Hold Us. Ja. Oh ja. Ja. Alle antwoorden uit de quiz die we vanmorgen speelden met Joost als quizleider sloegen op McLemore. En de door Davina Michelle geregelde dromedaris is onderdeel van de videoclip van Can't Hold Us. Oh, ja. Kai, jouw oplossing is natuurlijk Dua Lipa, Don't Start Now. Martin Garrix, Calvin Harris en Sean Paul bleven als laatste over bij de fotolijstpuzzel. Oh, ja. Ze hebben allemaal ooit samengewerkt met Dua Lipa. Bovendien zat in hun lijstjes kaartjes met zinnen in braille. Vertaald omschrijven deze 12 zinnen een top 40 lijst waar Don't Start Now een nieuwe binnenkomer is. Jongens, ik vind dat we met z'n allen goed hebben gespeeld dit jaar. Lekker gewerkt, jongens. Middag 4 uur ben ik er weer, hoor. Nou, en ik denk wij ook. Ja, ik denk dat we even nog veel te bespreken hebben vandaag. Wij gaan nog even een soort van nazit doen vanmiddag. Ja. Vind je het goed als we even op bezoek komen, Domien? Ik ben heel gezellig. Ik zou wel even willen aanraden voor jullie. Ga even leggen. Ja. Ga er even ergens leggen. Ja, we gaan even horizontaal. Heel erg leuk. De Q Escape Room. Escape.